Hey, leuk dat je weer kijkt en luistert naar een nieuwe PowerPraat. We gaan het vandaag hebben over uh, Super Mario 64. Er was wat uh, gezeik omheen, maar mensen waren het met me eens. Volmondig. We gaan het ook hebben over City Skylines 2. We gaan het hebben over cijfers geven. Hoe doe je dat nou en hoe kan het beter? Wat waren de games en consoles die ons nou die liefde voor games aan hebben gewakkerd? We gaan het hebben ook over de Game Awards en de nominaties. Wat zijn onze lijstjes? Dan hebben we het ook onder andere over Spider-Man 2, Final Fantasy Rebirth, want Florian die heeft hem al gespeeld. Super Mario Wonders, Zelda Tears of the Kingdom, Super Mario RPG. En Florian die zegt dat uh, Nintendo jaren achterloopt. Poh, dat moet je horen, dat moet je zien. Bouwplaat. Oké, okay, verse pauwpraat, verse kansen. En waarschijnlijk uh, ook weer een hele leuke. Want uh, Florian en Cody zijn er weer. Yes. Wouter zit namelijk nog steeds in Australië en heeft er niet genoeg internetverbinding. Niet genoeg internetverbinding. Nee, nee. Er zit gewoon helemaal, niet stabiel ja. genoeg, kan je ook zeggen. Toch? Nee, ja, het is gewoon niet goed genoeg. Ja, verstaan, dus uh, oké, ja, Wouter moeten we nog even opwachten. Misschien de volgende keer. Mm -hmm. Ik weet niet of hij dan nog steeds in Australië zit. Of ik, dat uh, gewoon... Weet ik eigenlijk ook niet. Dat is over twee weken. Volgens mij zit hij er dan nog net. Hoe Denk lang ik? was hij in? Uh... Vier weken. Jezus. Oh, dan is hij weer terug, hoor ik. Uit zeer betrouwbare bron. Oké. Okay. <laughs> nou, go goed. Dan, uh, hij had van tevoren zei hij van. Oké, okay, maar dan kan ik er vanuit Australië bij zijn. Ik en was en heel, heel benieuwd hoe Wouter er uh, omgekeerd uh, uit zou zien, zeg maar. Begon <laughs> dan dan een hele goede. <laughs> ja, dat ook wel. <laughs> ja, ja. Ja, maar, ja, 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 ik snap het ook wel. Want zijn internet moet natuurlijk nu helemaal. Ja, op zijn kop ook. Zijn ja, ik, ik weet, ja, ik wil eigenlijk niet weten hoe Wouter er down under uitziet. ziet. <laughs> 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 dat is ook een goed punt, zeg. <laughs> Oké, okay, we gaan het uh, <laughs> hebben over echt leuke dingen. Want oh, uh, we gaan het hebben over videogames. En dat is niet. Yo niet de eerste keer, het zal ook niet de laatste keer zijn. Leuk dat jullie zijn. <laughs> um, laten we gewoon meteen beginnen met de comments van de week, en, want het, het liedje staat klaar als het goed is. Oh, dat hoort hij. Dat hoorde. Jason die, die, zit nu te, te zoeken, oh. naar het knopje. Oh ja, okay, ja. lekker. Nicky dronken die zei dat hij een dansje bij hoort. Hoort hier een dansje bij? bij? Heeft hij een dansje gemaakt? In zijn optiek. Hij heeft zelf een dansje gemaakt. Oh. Ja? Steek huh? je ja? yeah. in het dansje gewoon? Yeah. Oh? Dan, dan moet ik even zien, dan moet ik even zien. Hij een speciaal TikTok-account aangemaakt. Voor dit dansje. Comment van de week. <laughs> Holy shit. Yeah. Wow. Um, ja, comment van de week. Het, het werd een beetje ja, gedomineerd eigenlijk door een enorme discussie. Mensen die mij een soort van... Uh, weg wilde hebben Ja, maar u. dan moet je ook Wat? niet zulke gekke dingen zeggen, Chit. Oh, ik weet met je meteen Mario waar het over 64. gaat. Ja, natuurlijk, maar echt, een, je verdient het ook om weg te gaan dan. Ik schrok wel hoeveel <laughs> mensen het met je eens waren, trouwens. Dat, dat, ja, dat is dus wel een ding. Eerste, ik, ja. vond het Fuck, ik, heb, ik vond het die, eng. Ik het eng. Rebenga, die zegt bijvoorbeeld Super Mario 64, want daar hebben we het over. Ik zei vorige keer, Super Mario 64, de slechtste game ooit. Lekker muziekje op de, op de achtergrond hier. Gebeurt, ik weet niet hè? of je dat hoort in de stream. Maar zo, maar uh, dat gaat er echt helemaal, helemaal los Ik weet dat er een bedrijfsupdate gaande is. Oh! Ik wist niet dat het zo wild feest was. Stel buiten. En ik, ik zei dus in, in alle enthousiasme: van het slechtste game ooit. Maar ik bedoelde natuurlijk. In je enthousiasme zei de je: het slechtste, de slechtste <laughs> game ooit. Maar ik bedoelde natuurlijk: <laughs> de slechtste Mario-game. Uh, die ik ooit heb gespeeld. Ja, maar dat is basically. Ja, dat ]zelfde. is ook onzin. Ja. <laughs> uh, en uh, dat is niet onzin. Want ik vond het gewoon niet zo'n goede game. Ik vond ook wel dat ik niet echt heel duidelijk had uitgelegd waarom. Nou, eigenlijk. <laughs> uh, maar ik vond gewoon uh, de overgang naar 3D was op zich wel leuk. En ik vond dat, dat kasteel wel geinig. Maar ik vond het gewoon. Ik vond het een beetje karig uitzien. Ik vond de besturing eigenlijk ook niet echt heel lekker. En um, ik, 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 ja, ik, ik was gewoon een beetje teleurgesteld. Um, omdat het gewoon. Ik zat de hele tijd met die camera te kloten. En, en dat, dat was niet lekker. En ik, ik had toen eigenlijk al van. Ik vind het eigenlijk helemaal geen leuke game. Wow. En, uh, maar wel. Altijd wel Mario heel erg leuk gevonden. Maar uh, dat, dat was gewoon mijn mening erover. Maar hoe en, ben je dan nu ten opzichte van 3D Mario-games? Vind je Odyssey dan bijvoorbeeld wel leuk? Ja, dat is, dat is oké. Okay, omdat dat gewoon goed gedaan is. En dat gaat dan puur om de besturing van de camera. Want in principe. Ik Odyssey vind en nog Galaxy steeds. Ik vind nog steeds Odyssey. Absoluut niet een van de betere Mario. Oké. Okay. Omdat. Ik wat vind... is een goede Mario? Okay, wat is dan Richard? inderdaad een van de betere Mario's. Nou, ik vind bijvoorbeeld zoals uh, Super Mario Wonder het aanpakt, vind ik, vind ik veel beter. En dat. Ik weet niet of dat te maken heeft met Mario, maar ik vind um, zo'n uh, Odyssey bijvoorbeeld, vind ik leuk. Maar ik vind het heel vaak ook gewoon een beetje nog een rommeltje. Het is mm. vaak. Ziet het er nog een beetje kaal uit of zo? Ja, dus en... wat ja Odyssey het wordt rommelig omdat ze ja, rommelig. Ik weet niet, voor mij is dat niet rommelig. Maar als je niet heel veel Mario speelt, dan kan ik begrijpen dat het rommelig is, die opzet. Want het is natuurlijk wel in een vorm nog steeds een soort van verbloeming van die lege werelden. Zoals we in het begin van PlayStation 1-tijdpack met Spyro hadden en zo. Weet ja. nou. mm -hmm. Het is nog steeds very much een verzamelding. En ze van, eh, hey, daarboven liggen ook muntjes, Daar moet je zien te komen en dan verzamelen. Dus ik ja. snap wel wat je bedoelt. Weet je, die ook, daar was ook de kritiek op Kena, toch? Dat op Kena, oh ja, in ja. The Bridge ja. of Spirit, dat ja. het een, een beetje als een PlayStation 2-game aanvoelde. Ja. 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 ja, ik vond dat. Trouwens, niet helemaal terecht kritiek, want ik vind dat soort spellen heel erg leuk en die opzet. Maar als dat je niet ligt, ja, dan ben je vrij snel klaar met 3D Mario, want dat is wat je doet. Je verzamelt sterren of manen. Yep. Ja, maar ik vind dat, dat veel leuker in een 2D variant. Daar, ik vind Ori bijvoorbeeld ook echt helemaal fantastisch. Mm -hmm. En um, ik wacht nog steeds dat Cody uh, mijn uh, Super Mario Wonder een keertje geeft Andere om te lenen. Oh. Ja, <laughs> ik, ik, ik vraag het hem al twee weken inderdaad. Nee, maar heb je hebt Spider-Man al uit dan. Ik heb Spider-Man wel bijna uit. Oké, okay, dus ik heb in ieder geval nog. Oké, okay, er was nog speling voor mij om het één keer te vergeten. En nu moet yeah. ik echt gaan meenemen. <laughs> ja, dus. Uh, nou goed. In ieder geval. Uh, de, 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 het ging erover in de comments. En ik heb het geweten. Uh, Next en Donkey die zegt bijvoorbeeld. Ik was in 1997 super erg onder indruk van Super Mario uh, 64. Het was gewoon pure magie. Nou, daar ben ik het mee oneens. Dus. <laughs> Als het, ik ben het wel eens. Met ik hem. ben het ook heel hard ermee eens. Hè. Als Tjirt het serieus meent. <laughs> kan ik er met mijn pet niet bij? Zo vooruitstrevend en zo indrukwekkend was die game. Ik ben erg blij dat ik hem op de Switch nu ook heb. Nou, iedereen zijn ding natuurlijk. Hè? Ik bedoel, ik, ik haat niemand die die game, uh, dat, dat die die game leuk vindt. Nee, maar dat... ik bedoel, ik begrijp je ik... niet. Ik begrijp hem niet. Maar ik begrijp je wel ja. in die zin van ik, ik had dit met Starfield een beetje. Dat ik. Dat ze dachten: hé, wie de fuck ben jij om dit niet leuk te vinden? Sofie, ja, maar ja, dat mag ik toch gewoon niet zo leuk vinden, jongens. Nou, ja. ja, maar sure. jij dus niet. Ik, ik mag dat wel. Jij mag dat wel. Ja. In het geval ja. van Mario, als jij dat dan doet. Dan... Ja. Maar er, er waren meerdere mensen die zeiden: van uh, biertje bij, zegt bijvoorbeeld. Uh, er zijn mensen voor minder voor de rechter gekomen dan deze. Ja, die, ja dat is absoluut waar. waar. Ja, dat is de comment ja. van de week hoor. Ik weet niet hoe oud je het is, maar dit was midden jaren negentig. Zinderend goed. Nu ja. wel een beetje achterhaald door de camerastanden. Zeker. Wat heeft jouw leeftijd met deze comment te maken, vaak maar? Nou, je, je misschien. Of de oud of de jongen. Ben of zo? Ja, nou goed, dat, dat je, dat je uh, misschien uh, dat je te laat hebt gespeeld Precies. of zo. Dat het dan... Toen het uitkwam, heb je dat misschien niet meegekregen. Nee, maar dus... ik heb hem echt gespeeld Precies. toen het uitkwam. Uh, en ik vond Wave Race bijvoorbeeld stukken leuker. Hmm. Toen was, was ook tof, ja. Maar um, uh, in ieder geval, hij zei van: Misschien is het leuk als je het een revanche gaat, uh, gaat doen voor zijn 64. Ja, zeg maar, gast. ja vier, mm, Doe <laughs> dat, dat. Is wel cool, ja. Ik heb ja. Er in het jubileumnummer eentje van Galaxy gedaan, dus dan kunnen we. En dan dacht jij de volgende keer Sunshine doen. Oh ja. Yeah. Maar ik weet niet of dat nou. Uitmelken van een controversiële mening heb ik het idee. In, in ieder geval, cool, dokter Mario die zegt: Oei, respect voor Tjeert is in één keer weg. <laughs> <laughs> ik Had weet ik ook wel een beetje. Ik eigenlijk. weet ook dat dokter Mario. die heeft het wel eens vaker onder de pauwpraat gezet, dat hij dat hij eigenlijk uh, het concept wel leuk vindt, maar het moet korter duren zo'n. 10 tot 15 minuten. Een powerpower. Ja, dan <laughs> hebben we net de intro <laughs> gedaan. Dus <laughs> dus waarschijnlijk <laughs> heeft hij alleen de kop gelezen. En toen dacht ik, oh fuck. Die, shit. die kop was ook wel, uh, let's ja. be honest, die was ook wel echt heel erg. Ik ben in ja. protest gegaan. Ja? Gewoon omdat ik op het plaatje sta waarin staat Mario Slederings. Ja, ja. sta ja. Ik sta met een duimpje. <laughs> ja. ik, ik loop bij ons edit. Ik zeg, Jeff, wat, wat dacht je ervan? Volledig mee. Hij zegt, nee, je kijkt juist boos. Ik zeg, dit is volledige glimlach. En shit heeft het helemaal niet. Ja, maar gezegd. Als jij glimlacht, kijk je ook boos. Dat, ja, is dat heb van ik wel Schaak gehoord. Resting bitch face. Ik weet het niet. Ik oh. kijk wel altijd heel geïnteresseerd. Dat wel. Ik heb je hele kijkt er kleine... ongeïnteresseerd. Ja, oh, okay. Ik heb hele kleine oogjes. Daarom kwam ik vroeger altijd met alles weg als ik dingen deed die niet mochten. Hoe? Wat hadden oh, met kleine oogjes te maken? Nou ja, van zo? verdovende middelen krijg je wel eens kleine oogjes, toch? ja, ja. Dus was ze dachten al dat van... je, van... je... je stond was. Toen <laughs> ja, allemaal mensen die zo aankomen, hebben was gewoon. Ja, hele kleine oogjes, is gewoon goed. Dat is top. Niemand had het door. Behalve mijn geschiedenisleraar, die heeft in de derde klas. Heeft hij een keer derde, hè? Dus dan ben je wat ben je, fucking 15 of zo? Ja, Ik ja. was nog bezig met Mario 64. Toen had hij mijn ouders op school geroepen om te checken. Ze hadden ze een interventie met mijn ouders. Volgens mij is Cody elke dag stoont. Toen dus mijn moeder zo, You what? Ja, ja, ja. Dat denk ik. Dus ik kom thuis, zeg Cody, ben je elke avond stoond? Ik zeg, wat is wiet überhaupt? Dus ja, nou goed, dat was een interessant. Maar dat was een idee. leugen toch? Wat je daar zei. Dat ik op mijn 15, nee, ik was ja. op mijn 15, zat ik niet aan de het over de middag nee? nog. Nee, serieus. Oh, ik wel ah. niet op mijn 15 vijftien... 15 is Ja, 15 ja, vijftien... nou ja, ik weet wel dat... ja, ja. ja nee, ik nee, ben wel eens een keer uit een douche geplukt ik, op vakantie. Ik heb vol tijd gedaan, hè. Ja, ja oké. Okay. Maar, maar, maar eerlijk. 15 <laughs> ja. vroeger, mocht je op 16 ook nog wel drinken, dus dan was het ja, vijftien, klopt. eigenlijk Andere helemaal tijd. niet zo gek. Ik ben wel echt een keer zo erg van de kaart geweest toen was ik in Groningen. En toen had ik mijn fietssleutel toen ik ging met de bus terug en toen dacht ik oh, ik ga het net doen als ik de bus aanzet. Dus deed ik zo in een stoel, deed ik mijn fietssleutel zo. Ja, dat was echt fucking <laughs> hilarisch tot die afbrak. <laughs> en toen moest ik dus mijn moeder bellen om me op te halen en toen Ai, was ik ja, ja, ja. echt... Ja, jongen, ik was zo hard naar de... Maar wacht even, de stoel won van een sleutel? Ja, daar zat dus een... ja, ze dus plastic in en dan kon er precies mijn sleutel in. Toen, ik... <laughs> toen was het knap. <laughs> Oké okay, dan. Ja, dat is dan gênant. Maar dus je ja, zo, je doen. zo vaak deed ik dat ook niet. Um, maar goed, er waren ook mensen met mij eens, die zegt, uh, Mads Punky, die zegt, ik was 16 toen Mario 64 uitkwam en ik vond het toen al kloten. Inderdaad, <laughs> oh, ja. de camera, de vervelende level design, de hele tijd zoeken naar stomme dingen. Het grappige is dat het, dat het toch weer een toffe spel is om te speedrunnen. Oh, okay. ja, Het ja, is wel ja, echt ja, een sure, hele ja. goede speedrun game ja. inderdaad. Wordt nog steeds gedaan inderdaad. Als ja. een mol. En Drunken Sailor is het ook met mij. Ze zegt: uh, Zo met je het eens. Ik was een kind van 11 in 1996. En de Super Mario 64 zoog toen al kloten. Ik was zo teleurgesteld. Klote controls, hondslechte cameracontroles. En ongeïnspireerde level design. En sowieso belachelijk kleine levels. En de graphics zo vaag dat het leek alsof je nog een bril moest opzetten. Wow. Ja, dus er waren denk ik Heftig. meer mensen die het met mij eens waren ja, nee, dan. Nee, echt niet. Dit mm -hmm. nou, is misschien... een polletje waard. overtrek ik. We doen een, een polletje. Ik ben het zeggen. Kan hè? Ik kan ja, je doen... kan in Spotify. Ja, ja inderdaad. Mm. Oké, okay, nou mensen, houd dat in de gaten. Um, er waren nog <laughs> meer comments. En uh, dat, het ging bijvoorbeeld over City Skylines 2. Mm. Ah, Schanolke die zegt: Wat een zwak argument van Jeert. betreft het cijfer van City Skylines 2. Hoe kun je in vredesnaam een cijfer toekennen aan een mogelijke versie in de toekomst? Als het matig is, tussen haakjes, Florian noemt het zelf niet afgewerkt, dan moet je daarop de game beoordelen. Of vond je Cyberpunk dan ook bij launch direct een 9-plus? Ja, die game is nu echt heel goed, tussen haakjes. Uh, Schanolke. <laughs> ik, uh, ik heb niet een cijfer gegeven aan een mogelijke versie in de toekomst. Ik heb gewoon het cijfer gegeven van wat ik het op dit moment. Van vind. En ik vind nog steeds dat het... Ja, het, het, het laat wel wat te wensen over Maar inmiddels zijn er ook al wat patches overheen gegaan. Mm -hmm. ik, ik heb me er gewoon niet zo hard aan gestoord... dat het de cijfer een enorme knauw heeft gegeven. Um, dus wat dat betreft um, heb ik dat misschien verkeerd uitgelegd. Mijn excuses, excuses daarvoor. Het is gewoon zo'n Mario geworden dit. Kleintje, ja. ja. Dan kunnen we er misschien nog een doen over Mario 64. Nu, je, je zit er nu lekker in. Oh, dat jij dan uh, zegt dat het inderdaad dat het niet het toch zijn beste is. game was. <laughs> dat ga ik niet doen. <laughs> okay. Nee, uh, nou goed, ik, ik, ik geniet nog steeds echt enorm van City Skylines 2. Ben Je speelt gaan het nog he? steeds, ja. ja. Ik ja, zie uh, ja. dinsdag elke week spelen op ja. uh, stream. Maar, maar inmiddels uh, zeg maar gaat de aandacht van onze community Denkt nu van: oké, okay, ja, nu hebben we het wel gezien, <laughs> Dus ik denk dat ik volgende keer toch maar iets anders ga zien, ja, okay. ja. Um, uh, en, en Mike, die komt nog met een hele, hele leuke vraag. Oh. Die zegt: zou je niet games moeten beoordelen met twee cijfers? Soms ja. is een game namelijk qua ervaring het waard om een hoog cijfer te geven, ala Baldur's Gate of Tears of the Kingdom, maar als je objectief kijkt naar de performance en optimalisatie, dan zou je kunnen zeggen dat het nog niet goed genoeg is. Eigenlijk is een cijfer gewoon heel stom, want iedereen kijkt ergens anders naar. Waar kijken jullie naar bij een cijfer? En geven jullie wel eens een tien? Dit nou, is een beetje een ja. man bij het hond uh, vraag, maar dat is uh, wel heel leuk. Um, dus het, ik, het, ben, het... ik ben het soms wel eens hoor, dat cijfers stom zijn. Ja, ik ook. Ik heb er ja. ook wel eens over nagedacht van ja, hoe zou dat eruit zien op Pu als we dat weg zouden halen? Ik zeg niet dat we dat ooit gaan doen hoor. Mm. Maak je geen zorgen mensen. Ja. Anders kunnen we geen goal's ja, meer die geven. Discussie sinds, die discussie hebben we al sinds de beginning ja, of Dat Kan ik me goed voorstellen. ja. ja. En, en bijvoorbeeld Eurogamer doet niet aan cijfers, aan, aan cijfers of sterren, geloof ik. Mm -hmm. dus ik weet niet of dat goed zeg, volgens mij is Eurogamer. Uh, ik vind dat wel heel verfrissend, want ik ben ook geneigd als ik een review open om even naar helemaal naar onder te schudden om te kijken wat het cijfer is. Ja. Dan heb ik een impressie ja. en dan ga ik één van een website. Maar dat is, precies, maar de, maar maar dat is precies het ja. hele. Ja. Het cijfer is een impressie. Ja. En, en dus lees dan de review hoe ik aan dat cijfer kom, zeg maar. Dus het, is, het probleem ligt bij, bij zowel de, de consument als de schrijver, want je geeft met de conclusie eigenlijk een synopsis Maar het is toch wel je... goed? Ja. Uh, ik vind het wel goed, want ik, je krijgt wel direct een idee van ongeveer het ballpark. Ja. En dat is, denk ik, veel beter om, uh, om dat te duiden... dan een hele lange tekst waarin je niet echt weet... waar meer en minder aandacht aan wordt besteed... bij het algehele gevoel van een, van een game. Ja, het dus belevingsgevoel. Ik het, ja, precies. Zo, ik, ik vind dat altijd het belangrijkste dus, bij het schrijven van een review. Je schrijft vanuit jouw maar, beleving. Ja, maar dus dat is ook het allerbelangrijkste van de review... dat je het goed uitlegt ja. waarom. En dat je ook gewoon... Want soms dan leest een review heel erg negatief... en dan zie je... aan ah, 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 aan het einde zie je een cijfer van 8 en ja. dan denk je van hè? Mm -hmm. mm -hmm. Dan is dat niet echt goed geschreven, omdat je dan denkt van ja, uh, dit is gewoon, de tekst komt niet overeen met het cijfer. Ja, je moet onderbouwen ja. hoe je aan het cijfer komt uh, en het komt voort uit um, jouw ervaring inderdaad tijdens het spelen. Ja. Er is niet echt een, een soort van vast ding voor of zo. Nee. En vroeger deden we dat wel meer, want dan hadden we hadden een cijfer voor graphics en voor geluid en, en ja. dat soort dingen okay, en ze okay, kwamen okay, een ja. beetje uit op een soort van gemiddelde uit. Uh, dat doen we echt al heel lang niet meer. Um, maar ik ben het wel met je eens dat een cijfer is niet altijd de perfecte manier is om aan te duiden hoe die game is of zo. Um, maar het is wel inderdaad, wat Chert zegt, het is een beetje in de ballpark. Ja. En dan hoop ik dat je daarna die review gaat lezen. Ja, ja. Um, eens. En zo kom je dan zeg maar, bij de echte conclusie uit of zo. Ja. Maar, nee, maar het is, het is inderdaad het is een, een lastig ding. We hebben hier al jaren discussies over. Moeten we een cijfer geven? Moeten we sterren geven? Moeten we niks doen? Um, en ja, we blijven altijd maar een beetje bij dat cijfer hangen. Ja. Uh, maar ik wil ook zeker niet zeggen dat dat de beste oplossing is. Nee. En inderdaad, nee. iedereen die, die, die probeert wat. Uh, maar bij, ik moet wel zeggen dat weet je, als er geen cijfer is, of geen sterren, of, of whatever, dat voelt ook niet helemaal nee, lekker. Nee, 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 dat het, voelt het, het absoluut voelt niet leuk. Niet alsof nee. je het idee krijgt. Ja, maar dat is denk ik omdat we zo zijn ge gebrainwashed ja, ja, ja. Ja, ja, dat zou ja. ook kunnen. Ik, ik weet het niet. Maar inderdaad, af en toe zie ik het ook wel eens online. En lees ik een heel stuk. En dan is er een soort van niet-om-conclusie. Nou, ja, dat vind ik dus ook vervelend. Precies. Dat en vind dat, ik dat dus vind ik dan kut. Want dan ja. heb ik zoiets van... Ja, maar weet je, maak ja. een einde aan dat verhaal of zo. En rond ja. het af. En vat het even samen. En ja. In die kleine... En geef woorden, er dan een, woorden, een cijfer aan. Ja. wat je vindt. Maar ja, dan geef je dus ja, een Ja, maar cijfer. een conclusie is in principe ook wel een soort van... Een cijfer... In principe zou je, als je een goede conclusie hebt, dan zou je niet eens een cijfer nodig hebben. Maar eigenlijk. een conclusie je moet ook weer niet te lang zijn, want het cijfer van de conclusie moet ook voor zich spelen. Je moet in principe ja. in twee zinnen in een conclusie ook kunnen zeggen wat je van het product vindt. En dat cijfer ondersteunt dat. Precies. Je hoeft niet te gaan opnoemen wat allemaal goed is om aan die 9 te komen. Nee, ja. Maar goed, wat ook weer in die comment wordt gezet van je moet eigenlijk een cijfer geven voor objectief bekijken hoe die game draait. Ja, dat vind ik dus ook weer niet, want die is ook deel van de, de ervaring. Dat is toch? je beleving. Ja, precies, ja. Dat zijn allemaal variabelen. Dat ja. ja, okay. Ik, ik snap wel wat hij bedoelt. Want het hele technische gedeelte wordt wel steeds belangrijker. Ja, en ja. ik merk ook dat, dat... Ik ben sowieso een tech-nerd. En ik merk ook dat ik in mijn reviews daar steeds meer aandacht aan geef. Snap ik, ja. Um, en, maar ik neem dat wel mee in mijn cijfer, zeg maar. Het ja. is onderdeel van het hele ja. ding voor mij. En ik, ik weet dat niet elke uh, redacteur er met een Havix-oog naar kijkt. Uh, misschien is dat iets wat we iets meer moeten doen of natuurlijk zal gaan de komende tijd. Mm -hmm. um, maar ik, ik probeer daar wel op te letten. Dat als een game echt niet lekker draait, een goed voorbeeld is Final Fantasy XVI. Daar heb ik ook echt wel in mijn review gezegd, ja, het is ondermaat, gewoon klaar. Yeah. Uh, en ik heb dat ook wel meeberekend in mijn cijfer uiteindelijk. Yeah. Um, dus het wordt wel steeds belangrijker, het hele technische gedeelte. Zeker, ja. Een, een ander direct voorbeeld is Scarlet and Violet. Waarvan als ik nu terugkijk, hmm. denk ja. ik dat is weer controversiële mening, maar ik vond dat een van de leukste Pokémon games van de afgelopen tien jaar, samen met Arceus. Right, maar het liep Volledig overschaduwd, ja. omdat het zo fucking lelijk is. Ja. Ja. En daar kan ik dan dat mijn beleving is dat ik daar niet voorbij kan kijken, want op het moment dat ik uh, onderdompel in die wereld, word ik gewoon keihard voor mijn kaak geslagen met, met, een, met een driehoek die niet gerenderd is, of, ja. of, of bergen dat gewoon, of, of klimaten die worden aangegeven van hey dit is bruin, dus dit is een woestijn, weet je wel? En dan <laughs> denk ik, ja, dat, dan ben ik dus niet right. bezig met die game. Ja. Nee, maar dan heeft het echt invloed op, op de op, beleving. Op de beleving ja. van die game, inderdaad. Ja, moment. maar dat vond ik bij Final Fantasy, vond ik dat bijvoorbeeld heel erg. Mm -hmm. En ik snap ook wel dat sommige mensen met, met City Skylines daar ook wel last Precies, van hebben. Precies. Ja. In mijn geval had ik daar gewoon minder last van. En ja, en zou en dat waarschijnlijk is waarschijnlijk ook wel een beetje aan mijn, uh, aan mijn systeem liggen. Ja. Mm -hmm. Maar in principe, wat Mike zegt, is, heeft hij ook wel een soort van punt. Want stel je voor dat het. Um, dat je zeg maar in potentie zegt van: oké, okay, deze game is zo. Fucking vet. Mm -hmm. Het is voor mij een 10 als die optimalisatie gewoon goed was. Right. Maar die is niet goed. Nee. Dus ik geef hem een 9. Een, een multiplier van 0,9. <laughs> dus maar dan eigen. is het een 9. Ja. Ja. Maar op het moment dat er een patch komt waarbij dat is opgelost, dan kan je die multiplier aanpassen en dan is het nog steeds. Ja. ja. Maar dat is een heel moeilijk systeem. Het is een heel theoretisch, theoretisch wat, ding ja, wat, wat niemand snapt. Nee, en tegenwoordig moeten we dan ongeveer elke game gaan aanpassen. Want die ja, worden zo gepijt. Maar, maar dat is, op, <laughs> op zich is Bals het wel een goede oplossing voor bijvoorbeeld een game als Cyberpunk. Of voor No Man's Sky. Er zijn zeker voorbeelden te noemen waarin dat heel goed zou werken. En wat we wel eens doen, is een soort van opnieuw een review dan even ja. later, om te kijken van, hey, is het nu dan wel goed? En inderdaad, een game als Cyberpunk is daar perfect voor. Ja. Maar dat is echt een voorbeeld. Buiten dat, we wisten niet van tevoren dat die game zo goed werd gefixt. Later. Ja, maar wij, wij, bij ons kreeg je ook gewoon een heel goed cijfer, omdat we op de PC speelden en daar ja, waren dat is, uh, weinig ja, issues. Dat is ook nog eens een ding inderdaad. Ja, maar daar was ja. natuurlijk het kromme daaraan was dat ze alleen PC codes hadden verstuurd. Uh, ja, en, dan, dan, en terecht. Dan, maar dan maar, dan maar, maar mensen die zien het als een cijfer voor de game. exact Op, op ja. wat voor console dan ja. ook, ja, 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 of op ja. wat voor systeem dan ook. Dus, dus het, het is... blijft altijd verkapt. Het blijft altijd lastig. Ja. Maar in beginsel vind ik, per definitie is een review subjectief. Ja. Dus ja. Geloof mij of geloof mij niet. By ja. any means. Ja. En ten tweede: uh, ja, het is, het, het is en blijft een, een onderdeel van een review en cijfer. En daar kan je je iets van aantrekken of niet. Maar als ik zie of als Ellen Wake 2 uitkomt en ik zie dat hij op Metacritic een 88 krijgt, mm -hmm. dan is dat een, dan heb ik zoiets van oké okay, dat is een goed teken, aan me check it out. ja ja, ja zeker, dat is is een goede game. ja, je hoeft ja. geen vijf reviews voor te lezen, dus ja. Het, ja er valt wat voor te zeggen. Interessante discussie blijft het over tien jaar zeker, ja, ik vind het zeggen, ja, ja over tien uh... jaar doen we nog steeds precies hetzelfde als ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> een marre manier. Ja. Oké, okay, uh, Miranda komt ook met een leuke vraag die zegt: uh, hoi, met welke gameconsole is jullie liefde gestart voor games? Oh. De mijne is begonnen door mijn moeder. Ze had een Vectrex. En een Commander Commodore. staat Commander, maar het is een Commodore 64 gekocht. Nu hebben alle twee een Switch en ik een PlayStation 5. Ik kan alleen maar zeggen dat ik er blij van word. Game spelen. Dankjewel voor je vraag. Ja, dat is wel een ding wat wij leuk vinden. Ik zit bijna uit het kader, sorry Mijn allereerste console was een MSX. Ooit gehoord? Ja. Leuk spelletje. Nee, MSX geen. Maar daar was ook Metal Gear op, toch? Ja, zeker. Ja ja een, een MSX, een beetje vergelijkbaar met een Commodore 64, oh ja. uh, werkt met cassettebandjes, uh, heel oldschool. Um, en um, dat was mijn eerste, maar mijn eerste echt soort van standaard thuisconsole was een Mega Drive. Oh ja. uh, en daarvoor speelde ik bij, bij vriendjes op de NES. en ja, waar en, is het en voor van. jou echt begonnen dat je dacht van nou, dit is zo hard de shit? toen ik voor het allereerst Sonic the Hedgehog zag werd ik als klein ventje echt helemaal gek. Je bent volledig voor die westerse marketing gevallen. Holy shit. Dikke patas. Toen ik dat voor het kuis. eerst zag, oh. jongen, ik werd echt ik werd helemaal gek, ja. Ik was bij, bij mijn nichtje, uh, die had er een. Um, en ik kwam daar niks van binnenlopen. Ik had niet van tevoren gehoord dat ze er eentje had of weet ik van wat. En ik weet dat moment gewoon, dat, <laughs> dat, ik, dat ik de hoek om kon lopen in die, in die woonkamer. Dat ik keek naar de televisie en dat alles in mij zei... Wat is dat? Ja. Yeah. En um, ik weet ook nog goed dat zij kon de eerste eindbaas niet verslaan. Uh, Dr. Robotnik, die komt na, na drie levels. Um, en ik was de eerste die hem versloeg. Oh. Uh, en ik was echt, ik, van, ja, hoe oud was ik? Joh, acht of zo? Echt jong gewoon. En ik vond het zo de shit. En toen zijn we daar weggegaan en ik heb echt gewoon mijn ouders back-to-back -back lopen zeiken. Totdat ze er helemaal gestoord van werden. En toen heeft mijn vader een Mega Drive voor me gehaald. Uh, ik was niet jarig, er was helemaal niks. Uh, Mijn moeder die was echt fucking pissed, joh. <laughs> uh, maar ik had een Mega Drive met Sonic. En uh, ja sindsdien uh, heb ik het zwaar te pakken. Ja. Ja. Nou. <laughs> maar ben je, heb je die liefde voor Sonic nog steeds, of is dat verwaterd? Uh, ik heb die liefde voor Sonic nog steeds, omdat het nostalgisch is. Okay. Um, en ik moet wel zeggen dat die nieuwe Sonic Frontiers, die is, die is, ja. die is best wel cool... Uh, maar eigenlijk uh, ze, hadden ze Sonic echt al jaren geleden de nek om moeten draaien. Ja, het is, uh, ja. ook dat ze dan zo'n statement naar buiten brengen: we willen met Sonic superstars. Ja. Yeah. Willen we Mario voorbij staan? Ja, ja op dan op krijg je ook weer eens een flinke hoek ja, ja, Nou ja, Als ze Mario 64 willen, uh, ja. dan, uh, <laughs> dan snap ik het. <laughs> dan wel. is het ongeveer <laughs> spannend <laughs> volgens yeah. uh, je. Ja. Maar nee, nou, cool. nee, Sonic is niet meer uh, wat, het, uh, wat het geweest is. Maar uh, ja, nee, toen. Uh, ja, het was magisch. Hmm. Het was echt magisch. En voor jou, Cody? Ja, voor mij is het de SNES, 100%. Um, console, je hebt dan natuurlijk ook de Game Boy gehad. Ik had ook gewoon die, die grijze Game Boy nog van mijn en ja, Die man. lag er ook. Ja, nou, dat vond ik wel geinig, weet je. Dat vond ik wel tof. Maar toen ik voor het eerst... Uh, ik, ik, mijn, mijn allereerste core memory, denk ik, in mijn leven... Dat zijn de ramen van een flat in Italië. Niks hiermee te maken, maar dat is denk ik de eerste. Okay. De tweede is. <laughs> What the fuck? Ja, dat zaten van die coole ramen van die kleurtjes. Ik weet nog als de dag van gisteren. Ja. Maar de tweede was dat ik uh, op oud en nieuw en ik moet vijf zijn geweest of zoiets. Uh, mocht ik voor het eerst Super Nintendo zelf opstarten, in plaats van meekijken. Mm. En toen ben ik een 7 begonnen op uh, Super Mario World en op the Link to the Pest in dezelfde avond. Ik heb volgens ik heb geen één level gehaald, denk ik. Want ik was gewoon een, yeah. een kind van vijf die kleurtjes zag. Maar betoverd. Ik kon niet geloven dat ik zelf aan het spelen was. Precies, dat je die shit zelf bestuurde. Ik, ja, het ik, was heel magisch voor mij. En uh, ik keek altijd al mee met mijn vader, met Tomb Raider. En, en, hmm. en met mijn broer als hij uh, op de SNES aan het spelen was. Uh, voornamelijk Donkey Kong ben ik later ook zelf gaan oppakken. Maar uh, ik was de enige die Link to the Best die zelden leuk vond. En die cartridge lag er gewoon al. Dus die heb ik in mij echt opgeëigend en die heb ik zelf uitgespeeld. Daar heb ik misschien wel drie jaar over gedaan, denk ik, want je had geen internet. Ik moest naar een jongen in de straat, die heette Frankie. Die wist alles. Die wist fucking alles. Ja, je had altijd een vriend, inderdaad. Ja, dat was, op een gegeven moment zei een oudere jongen, nou, dat was twee jaar, maar op je vijfde is dat echt een gigantisch verschil. Zeker. Ja, ja Frankie op de hoek, daar moet je heen. Die weet van die weet de hoed in de rand. Ik zei, oké, okay, nou, ik naar Frankie toe. Ik zei, ja, ik bel aan. Ik zei, hé, hey, wie ben jij? Ik zeg hé. Hey, uh, ik zit vast. Ja, Hij dus zou, Mario help. Met welke game? Ik zeg: Zelda. Past. Kom verder. Kom verder. Heb ik naar zijn zolderkamer gegaan. Hebben we daar gezeten. Nou, dat was echt een, een ziek geekhok. Waar wij nu heel bekend mee zijn. Maar toen had ik echt zoiets: Joh, wat is dit voor leven? Wat, wie is deze man? In godsnaam. Wat overal Paul Links. Hij was ook, ook echt aan de iets muur van oh, 44. Vet. Ja, ja, ja te Ik als een volwassen kerel. Ja. En het, ja, ik noem hem nu Papa. Dus nee. Ja. nee. Maar uh, dat was voor mij zo magisch. En toen heb ik Past to uitgespeeld. Toen dacht ik: Wauw, Zelda is het voor mij. In combinatie met Mario, dus uh, ja. Nou ja, geen geheim Nintendo. Oh. Ja. Jij? Nou, ik, 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 voor mij is zeg maar de allereerste ervaringen zijn een beetje blurry. Omdat mijn vader had best, best wel veel dingetjes. Ik weet nog wel dat wij ook wel Pong hadden een keertje. Oh, wow, oké. Okay. Um, Jouw wij... vader was een gamer. Nou, het is zo bizar. Want mijn naam vader was van een boek. <laughs> Zou ik zeggen. Jouw vader was. Mijn vader was een gamer. Autobiografie van. Autobiografie. Nee, mijn vader was wel een beetje een, een, een technische ah. uh, guy en, okay. en hij vond het vooral leuk om met, met apparaatjes te spelen, zeg maar. Right. Maar het is niet echt een gamer. Maar ik weet nog wel dat ik Pong uh, nog wel eens wat had gespeeld en Shadow Shadowfax speelde ik mm. op de Commodore. Mm. Um, Commander Comic. Wow. Commander Comic. Dat ken ik ja. Oké. Okay. Nee, of de Captain die. Comic heette oh. het. Okay. Uh, er was uh, een platform game over een, uh, over een, um, een, een astronaut. Dat was echt briljant. Okay. Er waren echt wel toffe games. En op elke zondag speelden wij Tetris met de hele familie. Mm. Ongeveer. Wat cool. Uh, maar waarbij waar het voor mij echt uh, losging, was zeg maar in: ik was helemaal gek van, van ridders. Okay. Ik had allemaal ridder Lego en zo, en toen had hmm. uh, mijn neef, en dat was een beetje zeg maar de Frankie van, uh, van ons, die had <laughs> dan geloof ik dat Frankie vingers <laughs> geworden wat leuk, die had Defender of the Crown meegenomen en dat, dat was volgens mij op de 386 of zo. Of, op oh een wow, computer. Okay, en, yeah. en Defender of the Crown gaat over dat je de, de Engeland of de, de, de United Kingdom uh, is nog het is in de middeleeuwen en je bent een soort van een, een landlord. En je hebt een kasteel en dan moet je er eigenlijk voor zorgen dat je alles verovert. En uh, je doet ook mee aan riddertoernooien en zo. Met, uh, met van, de... hoe heet dat? Als die paarden tegen elkaar staan. Oh ja, ja, dat moest je dan ook doen. Um, en, en je kon. Uh, ik vond het wel heel grappig. Dan werd jouw kasteel aangevallen. En dat. dat is wel heet er dan, er aan. En dat stond dan heel groot in beeld. Besieged. <laughs> en er was dan een liedje erbij. En ik ken ik, geen Engels natuurlijk. Dus ik ik zei dan van oh bassie get bassie get <laughs> en, <laughs> en tot op de dag van vandaag weet ik nog steeds het deuntje... bassie get en dan kon je met kaptepulten en shit ik vond het geniaal ik heb het er wel eens een keertje terug gekeken en toen dacht ik holy shit hoe ben ik hier nou zo diep ingegaan maar je fantasie speelt zo'n grote rol en, en net als wat jij zegt Waarschijnlijk speelde ik echt helemaal niet hoe het moest nee. en kwam ik geen steek verder, maar um, ja, ik werd wel echt compleet gegrepen en ik weet het nog steeds. Waar die, die computer stond, gewoon in de keuken. Uh, we hadden het de laatste al over Texder. Over, uh, uh, dat was die game dat je een, een robotje bent en kan je veranderen in een vliegtuig. Nou, ik vond ik fantastisch. Hm. Uh, het ging trouwens om de 2. Nou, ik ik ben ik was zo gegrepen en maar ook Police Quest, weet je? Dan moest ja, je gewoon in het Engels alles intippen en uh, dat ik had geen idee van Engels, maar na die nadat ik die game speelde, zeg maar, toen wel. Dus ja, ik weet ik, ik, ik dit is voor mij echt allemaal een soort van blurry, maar ik vond het wel allemaal fantastisch. <laughs> en en bijvoorbeeld ook met de Game Boy. Ik weet nog wel dat ik ja, gewoon ja. altijd de Game Boy in mijn handen had. Uh, Double Dragon speelde ja, zo so, fantastisch ja. Golden Axe een beetje ja ik zocht ook een beetje mijn vriendjes uit van wie dan een, iets had, weet je wel. Waar je iets ja, aan had. Ja. <laughs> <laughs> ik was altijd dat vriendje. Wat heb jij thuis dan? Ja, ik had wel bijna alles. <laughs> nee, maar ja, wij hadden dan altijd een PC en, en, en wat andere dingen. Wij, wij huurden dan wel eens de, de Nintendo of de Super oh, ja. Nintendo. Weet je dat dan ja. bij, ja. bij Dr. Games bijvoorbeeld of zo? Of bij een spelotheek? Of ja, video Video. Voor vijf okay. gulden ja. 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 Kon, dan je dan kon je dan een console over het weekend mee naar huis nemen. Ja, of zo. precies. Wauw en dan gewoon Donkey Kong uitspelen in een weekend yep. <laughs> ja, ja ja ook heel ja, veel ja, gedaan ja, vroeger ja, ja. Ja. ja dat was dat was fantastisch voor mij maar dan ja. had een vriendje van mij had bijvoorbeeld een NES nou dat, dat, dat ging ook weer een wereld voor me open ja. weet je? zo ging dat wel inderdaad ja, ja, ik, had, ik, ik PC, had ook een Mega Drive ja. inderdaad maar een, een vriendje van me die had dan een super NES dus dan ging ik daar naartoe om, ja. om andere dingen te checken en hij kwam bij mij om de Mega Drive te checken en een andere vriendje van mij die ja. had dan zo'n zo vette PC toen. Uh, dus daar ging ik dan ook langs een testdrive met een soundblaster, en... weet je. Precies, dat ja, 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 dus maar ik... dat is zo bizar. Want vroeger, dan kwam, je had geen internet. Dus je wist ook echt niet heel veel van wat er gaande was. Behalve dan wat je hoorde of wat je zag. Ja. En op een gegeven moment, kwam een vriendje van mij die zei: Ja, ja ik heb een, een logier En dat was dan een of ander. Er was niet eens een vriend van hem of zo. Jos heette die. Uh, 40 die, met een baard. Nee, nee, nee. was gewoon was een, was een jongetje, maar hij was heel dik. Dat weet ik nog wel. En hij had dus, dus een Super Nintendo. En volgens mij was die net uit. En die had ik dus meegenomen. Ging logeren, maar hij had Super ja, Nintendo het, meegenomen. Nah, jongen, dit nou, jongen. toch? super die, die Mario super World, jongen. Ja. Ja. Ik ging helemaal lijp. En toen, weet ik nog wel, gewoon twee weken daarna stap ik bij mijn neven de, uh, het huis in... en toen speelde ze op de Mega Drive... Sonic. En toen dacht ik... holy shit, er is nog iets? Ja, <laughs> ja, 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 ja Wat? Ja, ja. Ja. ja, dat ja. was echt wel geniaal. Hoor. Ik, ik heb dat dus ook... want ik ben wat jonger natuurlijk. En uh, toen ik begon met gamen... Nou, ik was denk ik drie of vier of zo... maar toen was de Nintendo 64 er ook al... maar de SNES ook. Mm. Ik wist niet dat de 64 3D was en nieuw. Ik dacht gewoon... waarom is dit zo kut? <laughs> en is dit ah. zo fantastisch? Ik mocht op de SNES. Ik vond het super gepolijst... fantastische kleurtjes en zo... En dan ben ik 64 echt zoiets van waarom wil mijn vader en mijn broers de hele tijd deze bezet houden? Deze is toch veel leuker? Ja. Hmm. Omdat ik niet die. Vind je ook? Ja. ja. <laughs> nou ja, in dat opzicht Verstandig. ben ik het wel met je eens. Ik bedoel, dus is net wel beter dan de 64. En wat de fuck is die controller? Ja. ja oh, is... zeker. Ja. Maar dat hebben we het al keer over gehad. The hell, ja. 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 Ja, ja, wat de hel, ja. Mooi is dat hè? hoe je je hele leven voor de geest kan halen op basis van een game. Ik heb geen zeker. fucking idee meer waar ik op mijn vijfde was. Maar ik weet wel waar ik Pokémon Silver uitspeelde. En dan weet ik ineens ook in Venetië. Precies. Was, op drie hoog in een hotel. Ja, dat is wel typisch inderdaad. Ja, dat is raar. Ja, het heeft gewoon indruk op ons gemaakt. Ja, precies. Zoals S Streets of Rage bijvoorbeeld oh, op de Mega Drive van de van mij. Maar helemaal stuk gespeeld Gingen dus. we dat ook nadoen? Ja, ja. oh absoluut. What What the fuck en dan ging ja. er ging iemand anders bij zijn haar dan, en dan... Ah! Uh. Dat is misschien niet heel ja. vriendelijk. Ja. ja, hij leeft ook niet meer. Hij oh. is niet meer. Oh, nee. Ik had het met Dark Messiah, dat was bij PC-games. Ik had nooit, nooit ook nog steeds, niet echt PC-gamers. En toen kwam ik aan een vriendje thuis op de middelbare school. Zijn nieuwe pool vrienden. Ik kwam bij een gast, hij was het Dark Messiah en Counter-Strike aan het spelen. Ik, ik had ook zoiets van, wat is dit? In godsnaam voor iets fantastisch. Dat zijn mensen online? Ja. Precies. Yo, wat? <laughs> ik ja, kom precies. er niet met mijn hoofd bij. Ja, ja leuk. Crazy. Thanks crazy. voor de vraag. was nog steeds een comment, toch? Van de week? Ja, was uh, zeker een comment van de week. Maar we sluiten hem nu af. We gaan het even hebben over uh, de Game Awards. Want de, uh, de nominaties... Die zijn bekend. Mm -hmm. En Cody die verraste me van, vanochtend al een beetje met uh, een camera in mijn gezicht. Die zei, wat is de beste game van het jaar? Ik yeah, Fuck. I don't know. Ik weet het nog niet. Ik ben nu druk bezig met Spider-Man 2 aan het spelen. En ik, ik ben er gewoon nog niet over uit. Wat ik de beste game... Ik vind echt, er zijn echt heel veel leuke games uitgekomen. Ook wel veel goede games. Maar ik heb niet nog de game gespeeld waarvan ik denk van deze staat ver boven de rest uit. Maar is de game of the year de beste game van het jaar dan? dat is niet iets wat hoe ik het beschouw per Pers persoonlijk je, je persoonlijke ja. beste toch maar is dat je beste greatest of is dat greatest dat dan de beste of is dat gewoon of of wat de leukste is niet per se dat de beste toch ja dat um... ja is het een ik denk, nee, ik denk nee. voor jezelf wel toch want, want als je als je, beoordeelt... je, je je kan een onderscheid maken zeg maar voor jezelf of voor men right ja uh, dus voor jezelf is het dan wel toch de leukste of de ja. beste of voor ja, ja maar ik, super, ik denk super, misschien toch? dat Baldur's Gate 3 beter is dan Precies, Tears dus op, objectief Kingdom. weet maar dat zou jij. Ik nooit mijn Game of the Year zijn Nee, op. precies, maar het is toch jouw ja, maar, persoonlijke ja, game? Ja, dan, ja, dan precies. zeg jij toch Tears of the Kingdom? Ja. ja. Maar ik wil Baldur's Gate 3 bijvoorbeeld nog wel even spelen. Voordat even je kan zeggen. Dit is ja, heb ik ook eigenlijk veel te weinig gespeeld om, om echt ja. iets over te zeggen. Maar ja. wat vond jij ervan? Ja, super cool. <laughs> ik, 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 ik vind het ah, echt, <laughs> echt heel vet. Maar ja. ik, ik heb gewoon niet <laughs> nog 300 uur ingestopt. Nee, precies. Wat je eigenlijk wel zou moeten doen. Ja. Dus ik, ik kan daar ook nog niet echt over oordelen. Spider-Man ben ik ook nog niet klaar mee. Um, ik van had, het, vond ik, ik had het fantastisch. gevoel dat ik echt mega snel door Spider-Man heen was. Dus het schijnt wel een kleine story te zijn. Ook. Ja, maar, het is maar niet maar, heel lang. Hij, hij, hij heeft, heeft nog wel wat extra tijd, zeg maar. Dat je denkt van: oh, ik ben er bijna doorheen. Oh nee, er mm -hmm. komt nog wat. Maar um, ik vond het wel heel cool. Maar voor mij is dat de beste game? Mm, nee. Um, Tears of the Kingdom. Ja, heeft me toch niet zo gegrepen als ik had gehoopt. Uh, City Skylines 2. Uh, goede game. Ik vind het fantastisch. Alleen, ja, ik vind hem ook niet de titel Game of the Year uh, verdienen. Starfield, hetzelfde. Goede game. Fantastisch. Is het de Game of the Year? Ja, ik zou het eigenlijk niet durven zeggen. Ik denk het niet. Dus ik heb heel veel van dit soort titels waarvan ik denk van ja. Ik vind het ook nog moeilijk, hoor. Het is sowieso echt een insane jaar geweest. Ja, ja dat, uh, dat is ik heb Ik Jesus. kan ik heb geen seconde. B Diablo, ook, ja, ook ja, nog. mama. Ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja Legacy is misschien niet per se een kandidaat in ons kringen, maar ik denk dat heel nee. veel mensen die uh, was wel leuk. Maar ik was heb ook leuk. heel veel plezier gehad aan Final Fantasy XVI. Ja, weet je zat ook een ook, hele leuke, ja, de, uh, leuke in. Ja, ja. ja Trine 5 vond ik ook heel erg leuk. Ja, het zat lastig, Welke? man. Trein 5, maar hm. dat is een beetje. Uh, Trein, oké. Okay. Maar ja, er zat ook niet zo'n uh, zo showstealer bij, zo'n zo geniepig spelletje als Hades die ineens waar, waarvan men unaniem denkt: "Oké, okay, dit is de beste game ooit mm -hmm. van dit jaar in ieder geval", ja. ik dan, Of Celeste in 2017. Nee, ja, want was vorig dat... vorig jaar heb ik Elden Ring gekozen ook omdat ik ik vond een hele goede game. Het heeft me genoeg gegrepen. Maar vorig jaar was er ook niet echt een game van, die voor mij er echt zo erg uitstak en ik vond wel dat Elden Ring echt dingen deed waarvan ik denk van ja, dit is wel die doen fresh. Echt, ja, een, fresh. Iets, iets waarvan ik echt goed kan waarderen wat, dat ze dat doen. Mm. En, en daarom heb ik dat op nummer 1 gezet. Maar ik heb dit, dit jaar nog niet. Uh, maar laten we even naar de Game of the Year nominees kijken. Yes. Ellenwijk 2. Ja. Baldur's Gate 3. Marvel Spider-Man 2. Resident Evil 4. Heb ik ook nog liggen. Super Mario Bros. Wonder. En The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ja. Die wat is de verrassing hier? Dat Starfield er niet bij zit, is dat een verrassing? Dat Resident er nou, er Evil erin staat? Ja, dat Resident Evil erin staat, ik weet niet. Het is een remake. Ja, dat is een beetje raar. Laten we eerlijk zijn. Ja, vind ik, uh, vind ik eigenlijk niet, niet kunnen. Nee. Dus mij wat, ook wat wel, dat betreft... Ja. Mm -hmm. was ook iets geks dat Dave the Diver in uh, de indie-categorie stond. Terwijl het helemaal geen independent developer <lacht> is. <lacht> Oeps. <lacht> maar het klinkt wel independent. Het is gewoon is dat? Dave, weet ja, je. Is dat gewoon een gewoon... foutje van uh, de organisatie? Nou, uh, er is, is wel discours uh, rondom, in ieder geval. Ja. En het gaat erover. Het, het, zij, zijn, zij zijn onderdeel van Nexon. Right. Dus een hele grote speler, eigenlijk. Um, alleen het heeft een soort van indie-gevoel. De game ziet eruit als een indie-game. Ja, dat is het ding. Ja, dus okay. dan 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 in keer nog vraag... geen indie. Ja, dan rijst dus de vraag 2. van oké, okay, maar wat is dan een indie game? Is een wat kleinere titel die gewoon een beetje min... met minder middelen is gemaakt, is dat dan direct een indie titel? Nee, van een independent developer. Het... Ja, ja, precies. De ja. ja, maar dat maar ik, ik ben hier even advocaat van de duivel. Je ja, ja. Dat snap bos... de... nee, ja, ik. Oké, oké. Objectie. Ga zo vechten. Ja. Maar daar was nog wel even wat gedoe om, maar die stond inderdaad in best. Indie game, hm. independent. Ja, staat er er in staat in de... ook niet eens indie, staat best independent, maar dat zijn ze dus niet. <laughs> dat is helemaal lomp. Dat staat er staat nog meer in die categorie van, in, van indie games. Cocoon ja. heb ik veel over gehoord, wil ik ook nog absoluut spelen. Een dredge, oh, ja. Sea of Stars en Viewfinder. Zo, so, dat zijn best wel wat heftige contestants. Viewfinder lopen mensen mee weg. Nou, Sea of Stars is volgens mij uh, beoordeeld met een, uh, een 8-9 overal. Weet mm -hmm. de Jacco er helemaal gek op is. Mm. Dus uh, Kakuna ook. Die kreeg volgens mij een 10 op gamer.nl. Holy shit. Ja, moet ik eigenlijk ook nog checken, ja. Ja, ik ook. Maar die staat op Game Pass. Dus dat is wel echt een tippie voor mensen oh, die, hem, uh, die hem willen spelen. Het is, is van dezelfde makers als Inside en Limbo. Inside. Oh, dat zijn ook wat titeltjes. Right. Ja, Domme. precies. Ja. Uh, wel leuk voor jou, uh, Florian. De best VR slash AR game. Vertel. Wat denk je? Eh... Oh, dan moeten we natuurlijk PlayStation VR uh, meerekenen. Dus dan denk ik. Uh, misschien Horizon of zo? Is dat ja, er, is dat er staat er vast in? in. Ja, ja. Uh, jeetje. Denk meer PlayStation. Ja, meer PlayStation Launch Games waarschijnlijk. Ja, uh, uh, Humanity. Gran Turismo. Ja, ja, Humanity ook. Ja. Gran Turismo dat 7. is ook een beetje gek eigenlijk dat die erin staat. Ook een oude game. Maar oké. Okay. Maar die, die vr mode komt pas. Ja, sure, dit jaar. maar... Is het dan een VR-game? Of is het een... Het heeft een VR-mode. Ja, ja. Maar de sowieso, de omgeving, is, ja. sowieso is het wat schrapen natuurlijk voor deze categorie. Sure, lijkt mij. sure. Maar oké, okay, ja. En de Resident Evil Village VR-mode. Ja, dat, dat is ook gelul. En Synapse. Ja, ja, Synapse is heel tof. Daar hebben we het over gehad. Dat is die, ja. uh, die soort Oh ja met, game, die, met die, uh, ja. ja, met die... Ja, met die dingen. Telekineten. Ja, uh, ja. Telekeneten. Ja, telekeneten. <laughs> ja, die was heel vet inderdaad. Ja, maar wat, uh, wat, wat, wat zijn jullie uh, lijstjes tot dusver in ieder geval? Ja, we, moeten, we moeten eigenlijk nog invullen en ik ja. krijg elke dag zo wat uh, ja, Precies, ja. Ik, ik stel reminder. het ook nog een beetje uit. Want ik, ik ben ook nog gewoon veel aan het spelen, ja. merk ik. Uh, ik. Ik heb een, een gruwelijke backcatalog, van heb ik jou daar. Um, dus ik ben ook nog een beetje aan het kloten. Maar ik, ik denk dat ik Final Fantasy 16 toch op nummer één zet. Hm. Um, Interesting. Ja, dat ik, vind ik wel. Uh, ik heb zo'n zo connectie met Final Fantasy. Um, ik, het, het grijpt me toch elke keer zo hard. En het is niet helemaal de game geworden die ik hoopte dat het zou worden. Het het... En het is technisch ja. gezien. ondermaats. Uh, maar toch heb ik heel erg genoten van die game. Ik heb misschien wel mijn allervetste eindbaas battle ooit gehad in een game. In die game. Ja, die was wel echt heel cool. Ja, ik denk dat dat mijn game of the year is. Maar het is echt by far niet de game waar ik de meeste uren in heb gestopt. Want dat zijn de two-point games. Ja. <laughs> Holy shit. Daar heb ik honderden uren in gestopt dit jaar. Wat ja, als je dat niet had gedaan, had je misschien al die games al ja, gespeeld. Uh, zeker. Voor die Daarom loop ik nu achter. Dat is echt. Maar, maar, is maar wat, echt wat waar. zijn. Als je nou zeg maar vijf games. Je hoeft ze niet in volgorde te noemen. <laughs> wat, wat, wat zit er tot nu toe in? Dus uh, Final Fantasy 16. Um, ja, Wonder. Vind ik wel echt ook een, een goede kans hebben. Die vond ik heel vet ook. Ja. Um, ik ben nu ook. Daar gaan we straks nog even iets over hebben. Een andere game op de Switch aan het spelen. die ik echt heel erg charmant vind. Maar is dat de game of de year? Dat denk ik ook niet. Um, ik vond inderdaad wat VR-games heel erg vet. Ik vond Red Matter vond ik echt meesterlijk. Oh, maar ja. die. Dat heb ik veel over gehoord. Het is eigenlijk ook een beetje een soort van remake. Dus is dat dan ook nieuw? Nee, dan zou ik. Weet je, dat, dat past een beetje in hetzelfde krant toerisme. Resident Evil Village. Ik weet niet echt. Uh, maar inderdaad, um, uh, uh, Horizon vond ik heel erg cool. Sinus vond ik heel erg vet. Um, nog ja. een race-spelletje die uh, de moeite waard is om te noemen, of dat niet? Maar volgens mij gaf je, uh, gaf je niet ook een best wel hoorloop ho op. Dit zijn, is best wel karig, flexor, toch? Je, je, in principe echt gewoon grote, grote titels die niet VR zijn. Final Fantasy 16 en, en Super Mario Wonder. Ja, dat zijn, dat zijn echt mijn, mijn grote titels, denk ik. Ja. Ik ben ook nog bezig met Alan Wake nu. Die vind ik ook echt wel heel erg vet. Maar het is, het is net even iets te, te horror voor me. Net even iets te ranzig. Het is te, een settling, uh, begrijp ik, ja, dat je ook stappen en zo hoort. En... En, het eerste deel vond ik juist zo cool. Omdat het was meer een, meer een detective, thriller. Met, é, ja. ja, film noir. Detective Precies, en dat was echt spannend op een goede manier of zo. En hier is het soort van ranzig spannend. En dat... Over de top. Ja, en dat, dat trekt me toch iets minder of zo. Maar terwijl ik toch ook die game had. Het is zo goed gemaakt, jongen. Eigenlijk is dat ook gewoon een kans hebben voor de game of the year. Het moet in ieder geval vermeld worden. Uh, maar is het mijn persoonlijke game? Of die? Nee. Volgens mij heeft het de meeste nominaties gekregen aan de Week 2 van alle games. Dat is oh, wel zou opvallen. kunnen. Ja. En okay. Spider-Man 7 vind ik toch wel bijzonder eigenlijk. Ja. Want er zijn, Want uh, ook mensen waarvan ik het totaal niet verwacht. Zoals Julian van Tweakers. Die zeiden van. Ik, ik zie wel dat het een goede game is. Mm -hmm. Alleen ik kan er niet van genieten. Want ik ben continu op mijn hoede en op een. Ja, ik, ik heb het ook eerder te veel. Ja, ik heb het ook met te veel. Manier, ja. de game, uh, Inderdaad, ik ben ja. niet comfortabel... terwijl ik aan het spelen ben, zeg maar. En daardoor ja. moet ik mezelf ook dwingen... om het elke keer weer op te starten... en verder te spelen. En tijdens het spelen vind ik het ook echt wel heel vet. Maar ik ben ook blij als ik hem weer uitzet of zo. Ja. Uh, that... ja, daar kan ik niet van genieten... van dat soort games. Oh, het is way too much voor jou. Ja. Het <laughs> is echt ja. way too much voor jou. Ja, zeker. Uh, en, en Spidey vond ik, vond ik ook echt heel erg cool. Uh, maar het is wel gewoon zo'n moet ik dat zeggen? Het is zo'n Playstation game. Ja. Uh, waar er heel veel van zijn gewoon. En ik geniet heel erg van, van dat soort games. Van mij mogen dat soort games echt de komende 20 jaar nog steeds uitkomen. Uh, maar ik ben wel een beetje op het punt dat ik het niet echt meer denk ik... ...de game of the year kan noemen. Omdat het... Nee, te uh, bekend is uh, Ja, het, is, het wordt een beetje standaard of zo. En ik geniet heel erg veel van die standaard. Don't get me wrong. Uh, maar is het, is het echt iets nieuws wat me bij mijn strot greep... En ja. me niet meer los... Nee, dat is Spider-Man ook niet. Um, dus man, ik vind het ook moeilijk dit jaar echt. Maar ja, ik denk een fancy. Het is gewoon my jam. Okay. Ja. <laughs> okay. En jij en Cody? Um, ja, sowieso de twee Nintendo-titels natuurlijk. En dat is niet omdat ik daarvan hou. Het is gewoon, ik vind Tears of the Kingdom... Um, ik kan me niet herinneren dat ik zoveel van een game genoten heb, dat ik me zo erg daarin ben verloren geraakt. Dat het enige waar ik kon, kon denken, dus was... voor jou die is dat de game of the year eigenlijk? Ja, dat kunnen we kort ook zijn. Tears of the Kingdom is voor mij absoluut game of the year. Ik vind uh, tijdens het schrijven van de review van Mario wonder dacht ik, wacht even, dit is be game of the year? Mm. Want wat zou ik zelden geven? Ik zou zelden een 10 geven. Uh, en ik heb Mario wonder uiteindelijk een 9,2 geschreven. Tijdens het schrijven kwam ik daar eigenlijk achter. Okay. Er zijn nog wel een paar dingen dat ik denk van oké, okay, dit is net niet die 10. Right. Maar Mario Wonder kwam daar ineens verdomd dichtbij uit het niets. Niemand had het verwacht. Die kwam ineens Nee, nee dat was uh, ja. totaal niet verwacht. Nee. Nee. Je denkt echt, je had een beetje het idee, althans. ik het lag een ook een idee. beetje aan Nintendo zelf. Ja, ja. maar die, die ja. hele direct was zo van: joh, we vegen de plank leeg. Hier heb Precies. je nog een 2D Mario game, die zijn er al een tijdje mee bezig. Nooit echt eruit gekomen. Er zit ook geen Charles Martinez meer in trouwens. Maar hé, hey, doe er wat leuks mee. Ineens, bam, nieuwe richting voor 2D Mario. Uh, je wordt bij strot gegrepen, zoals jij daarmee ja. ja. zei. Zoveel vetter dan ik had verwacht, inderdaad. Absoluut. Ja, er is gewoon weer toekomst nu voor 2D Mario. Dat, vier jaar geleden had iedereen je uitgelachen. Um, en dat kan ik natuurlijk, ja, dat, is dat dan een game of the year? Want voor Zelda, Zelda begaf zich helemaal niet in die situatie. Iedereen had vertrouwen erin en iedereen wist dat ja. de of the ja. Kingdom succes ging worden. Maar ja, die levert dan ook wel weer. En die weet, Zeker. diezelfde wereld, die ontzettend veredelde reskin. Uiteindelijk, hè, die wereld is natuurlijk gewoon nog steeds Hyrule. Er ja. zitten wel een paar brokstukken op de grond en je hebt die hele depth en daarboven. Ja. Zijn nog steeds niet de meest interessante delen van de game. Dat is gewoon weer Hyrule en ik weet niet hoe ze fuck ze dat gedaan hebben. Mm -hmm. Vanwege de traversal, natuurlijk is heel belangrijk hier. Maar uh, er zit ook verhaal in. Er is de, de lore is er is weer heel veel lore. Ze ontkennen ook niet al het verleden van Zelda. Vind ik ook leuk knipoogjes in de depths naar oude games. Um, en ik, ja, de, de, ik, ik heb geen commentaar op Zelda. Bij Mario heb ik af en toe zoiets van ja, zijn de levels iets te kort? Misschien zijn de levels iets te kort. Ik weet niet. Hmm. Misschien ook wel niet. Ik bedoel, die wonderbloem zorgt ervoor dat het heel erg leuk blijft. Maar ja. uiteindelijk ben ik drie minuutjes bezig met een level. Soms zou ik wel eens willen dat het iets langer was of zo, denk ik. Ja, oké. Okay. Soundtrack vind ik leuk, vind ik goed. En ja. zeker met al die dynamiek erin dat als je over blokjes heen loopt... dat je jezelf je muziek maakt mm -hmm. en de rumble, je controller en zo. Maar ik loop niet naar werk met... Mm. Er is niet zo'n liedje blijven hangen bij me. Moet dat iets betekenen? Nee. Is het kritiek? Nee, niet per se. Maar <coughs> het heeft uiteindelijk denk ik wel mee in mijn keuze. Al die kleine dingetjes. Mario Wonder is echt fantastisch. En ik ben er verliefd op. Maar ja, ik vind Tears of the Kingdom een betere game. En dan, nou, dezelfde discussie als wat je net hadden. Dan heb je Spider-Man nog. Ja. Wat kopieer, wat Florian net zei. Ben er helemaal mee eens? Ik vind het heel erg leuk. Uh, ik speel niks liever anders uh, op, op zondagmiddag. Precies. Echt, dan, 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 dan ja. kan ik me daar nou lekker het in Het Speelt polissen. heerlijk weg, inderdaad. Met lekker, lekker taakjes aan het afvinken. Elke keer als mijn telefoon afgaat, stop ik een paar boefies in de buurt. Ik vind het prachtig mooi. Mij niet gezien, hoor. En dan kan je het slingeren uitzetten, waardoor het. Of de, de besturing uitzetten, wat Wouter uitlegde. Mm -hmm. uh, Super leuk. Ja, je kan de assist uitzetten voor het slingeren op één zetten. Ja. En dan is het niet meer zo dat je ook gewoon achter je grijpt en momentum houdt. Dan moet je zelf wat meer uh, dat slingeren ah, in je handen nemen. Ja. Superleuk. Uh, ja, dus dat, 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 zijn allemaal, dat zijn allemaal toevoegingen aan die game die ik wel kan waarderen. En ik, ik heb nog steeds, zoiets groots compliment dat je naar deze game kan maken is, yo, wat ik tof zou vinden, is als er een game van Spider-Man zou komen. En dan als kind denk je deze game in. is wat je wil. Ja, het dus is wel wat je wil. Ja. En ik vond het verhaal ook echt veel beter dan, dan één. Um, want één vond ik eigenlijk veel te. Het ging alle kanten op, zeg maar. En en de, de was dit hier, hier was nog wat en daar was nog wat en dan speel je tegen Rhino en dan heb ja. je dit en heb je heb je Vulture en dan heb je toch ook ik, nog op het einde? Ja, precies. Je had echt een soort van best of Spiderman of zo. En nu is het veel meer een gewoon gefocust verhaal. Um, met best wel emotionele momenten erin. Mm -hmm. En waarvan je denkt: van, Oh wow. Ik, ik, en, en de manier waarop ze het opnemen in de gameplay vind ik gewoon ook heel erg goed. Ik bedoel, de, de Spider-Man heeft natuurlijk uh, die symbiote. Um, dat heeft natuurlijk impact. Uh, ik, ik wil niet te veel spoilen. Maar je, je merkt gewoon ook als je bijvoorbeeld Ma met Miles speelt. Ook al ben je niet bezig met die andere Spider-Man, terwijl je speelt. Krijg je toch de hele tijd dingen mee van. En je wordt meegenomen ja. in dat hele narratief, zeg maar. Van dat, dat er één guy gewoon echt die symbiot heeft. Zeg maar. En als je dan ook met, met Pieter slingert. Dat je. Uh, hij heeft ineens helemaal geen zin erin. Hij vindt zo'n achtervolging maar lang duren en zo. Ja. En een beetje geïrriteerd. Ja. En dat wrijft op mij af of zo. Dat ik denk van. Hé, hm. hey, vind ik dit ook vervelend? Nou, nah, hij like this. Ik hou van ze slingeren. <laughs> Weet je wel? Ja. En dat is wel heel knap natuurlijk. Ja, ik vind, ik, ik vind de verhaalvertelling echt heel erg goed. Maar wel, wel grappig, want een vriend van mij die is, uh, is eigenlijk niet echt een gamer. Hij speelt nu Rock League, omdat ik hem een keer heb uh, laten zien. Maar hij vond Spider-Man altijd wel heel erg tof. En Assassin's Creed vindt hij altijd wel leuk. nou Het is typisch zo'n guy, die, die, die speelt gewoon letterlijk één keer per jaar of één keer per twee jaar een nieuwe game. En hij heeft dus nu ook Spider-Man 2. En, ik, en hij zei van, ja, wat is, is het een beetje leuk? Want hij vond Spider-Man 1 echt leuk. Ik zeg van, ja... Ik denk dat je het heel erg leuk gaat vinden. Maar er zit nog wel heel veel verhaal en cutscene <laughs> en dat soort dingen in. Want dat vind ik echt helemaal niks. Mm. Echt als je, die typische game dingen dat je ergens achteraan moet lopen, dan gaat hij totaal heel slecht op. <laughs> dus ja, daar ja, zit de game wel vol me. Ja, het heeft veel ja. van die quick time eventjes ook. Ja, ja en, en dan zit er ook. Ik vind gegeven... dat juist leuk ik ook, man. Ja, ik ga er helemaal goed op. Man. Ja, maar bijvoorbeeld dat moment op de kermis, zeg maar, dat zit vrij vroeg in mm. de game. Uh, voor de mensen die het niet. Ja, die spoor ja, ja. Ja. Ik, nee, ik echt niks nee. mee. Maar dat duurt wel heel lang. Zeg maar. als, zeker ja. als je daar niet echt van houdt. En je, moet, je bent de hele tijd gewoon aan het lopen. Ja. Ja, 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 ja. Als je gewoon al wil slingeren in doe, die game. En dan ja. kan je nog eens een keer met iemand praten. Die missies van MJ in deel 1. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat niet heel lekker vindt. Ja, en die missies van MJ zijn wel echt veel beter geworden. Die zijn zelfs bijna leuk. Gewoon. Bijna. Ja, ja. Ja. Dus, um, ja, dus nee, in dat, dat opzicht op verbeteren ze de formule absoluut. Dus Spiderman, ja, hij gaat het niet redden dit jaar, maar dat, ligt dat dan het jaar? I don't know. Had hij het vorig jaar gered tegen Ring? Nee. Ik Had hij niet. het tegen God of War gered? Hmm, ik, ik moet niet. wel zeggen dat uh, Insomniac is wel ongeveer de developer van deze generatie. Zo. Is absoluut, absoluut. Ja. Holy shit, die gasten zijn echt aan het vlammen, jongen. Zo, het is die hebben gewoon al, al vier PlayStation 5 games eruit gebonjoerd. En, zijn en ze allemaal zijn allemaal. Vet. goed, Het ja, ja. is echt uh, wauw. Ja. En, en en Wolverine komt er ook nog aan. In hetzelfde universe. Uh, oh, maar Wolverine. Oh, dat gaat heel <laughs> Ja, maar wat, wat gaan ze doen met de traversal? Want ze zijn natuurlijk wel. zijn de open wereld genieën nu met Spider-Man. Ja. Dat is natuurlijk omdat. Het Hoe het doe je dat? Slingeren is hart van in de franchise daar. Wat gaat Wolverine doen? Gewoon ja, maar goed, schoen, maar als je Ratchet en things, Clank ja. ziet. De, ja. Ja, Maar ook bij Red Clank, wat ik het vet vind aan fucking Rift Apart, is dat je op een gegeven moment die raketschoentjes krijgt. Mm -hmm. En dat ze dan gebruik maken van je gewichtige triggers. Oh, yep. Yep. Dat je eerst een beetje op gang moet komen dat ze yep. dan nog zwaar zijn. Toen, 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 yep. toen, en op een gegeven moment ga je en dan voel je Bem. dat. Ja, yep. ja, Dat is ook traversal. Dat vind ik het best uit die game. Dat klopt inderdaad. Maar wat heeft. heeft ik, ik ken Wolverine niet zo. Ja, Ik zeg, maar hij kan heel heeft hij hij kan of, hard rennen, is een soort van beest ook. Oh ja, ja. precies, hij rent beestachtig ja. op, op vier. Maar dat is mijn eerste broer die dan op vier gaat. Volgens oh. mij rent hij wel. Heeft hij een broer? In, uh, in, de, in de films met, uh, met, met, die, met die kerel wel. Foxerine? Foxerine. Ja, hij <laughs> heeft toch die broer van hem. Die dan, hij, heeft ze, hij heeft ze stekels hier. Ja. En die broer heeft hele lange nagels. Oh, serieus? Van die bakkenbaarden. Ja, maar dat, tenminste, dat is in de films zo. Ik weet niet hoe dat in de comics precies zit. Ik ben in een DC-man. Ik ja, kan me helemaal, helemaal niet herinneren dat er... Ja joh, die steekt zijn vrouw neer, alles. Ja, Geen zo. Wat? Baraka is dat dan? Het is inderdaad een soort oh, van baraka, ja. 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 Ah. Ja, ik weet niet hoe die heet nu, maar dat. Uh... Maar welke film is het dan? Want ik heb best wel wat. Ja, gewoon films. de Wolverine. Gooit in de comments, hè, jongens. Oké. Ja, <laughs> Oké. Okay. Okay. En, en de rest dan? Want je hebt uh, Tears ja. of the Kingdom, je hebt Zelda. Uh... Nou, Baldur's Gate heb ik niet goed, goed gespeeld om wondered... die erin mee Precies, te kunnen ja, nemen. Is... Oh, man. Ik mag dat. Ik mag dat, Laten we dat maar aan wouter vragen. Uh, vind ik altijd wel lastig, want hoe geef ik dan Game of the Year wel aan Zelda als ik Baldur's Gate niet gespeeld heb? Ja, dat is dat is zo kut, ja. Ja. Vraag het over een paar weken nog. Vraagt het eigenlijk. over ja. een paar weken. Moet we we nog. Verder spelen. Ja. ja, ik denk dat ik in januari pas antwoord kan ja, geven. Nou op ja, wat inderdaad, de beste game zoiets van het ja. jaar is als het in januari. Vraagt of zo. maar. Ik denk dat dat, dat het wel raakt. was hoor. Ja, Hokkers Legacy heb ik een uh, verdiende shout-out gegeven. Want ik vind dat voor een eerste game van Avalanche echt wel een, een topproject. Ja, zeker leuk ook. En nu kijken wat ze ermee kunnen doen als ze ervaring hebben met een game bouwen, team kunnen uitbreiden, wat sales hebben gedraaid. Vertrouwen van de uitgever, nou, daar ben ik heel benieuwd naar. En dat was het, denk ik. Ja, ik bedoel, Final Fantasy 16 zou ik ook een shout-out willen geven. Maar uiteindelijk ben ik daar toch. Uh, ja, oké, okay, maar als je, de, als je vijf games in die top vijf. Oké, okay, vijf. Games geen... of the Kingdom, Mario Wonder, uh, Spider-Man, uh, Trine v, ga ik er dan toch bij zetten? Ja. En ja, dan is er nog plek voor één. Wat vergeet ik dan nog? Ja, geen Starfield, die komt er niet in bij mij. Boutrus, ik ook dat. heb andere niet gespeeld, dus ja. Ik heb er wel gespeeld. Hoe lang? Zeg maar een paar uur of zo. Toen ik van, ja. Wat of Starfield? Starfield. Starfield. Oké, okay, ja, oké. Ja, Starfield. Okay. Starfield. Hmm. Okay. En vergeet ik dan nog een titel? Zijn we nog een titel vergeten? Met gezamenlijk? Okay. Met z'n allen? Ellen Wake heb ik, niet, uh, nee. heb ik nog niet gespeeld, dus die moet ik nog gaan. Uh... Ja, dat ga ik ook niet doen. Want Dead Space heb je die gespeeld? Nee. Dat is misschien wel iets wat Wouter in zijn lijstje zou meenemen, want die gaf ja. hem, geloof ik een 9,5. Ja, die was ja, erg en enthousiast inderdaad. Ja. En Stunt ja. Evil 4 was tof. En misschien Modern Warfare 3. Met <laughs> <laughs> nu al zat. Ik vond het echt heel leuk één weekend weer. <laughs> Gewoon de, multi <laughs> de multiplayer. Eén weekend. De multiplayer, ja. ja. Nee, ja, dus dat was het denk ik wel. Uh, ja, nou ja, de Finals zou misschien nog een, uh, een shout-out verdienen in mijn top 5 als die uit mm. is. Maar die is nog niet uit. Er ja, gaan nu geruchten dat die zou set droppen tijdens de Game Awards. Dus ik Defiant open. komt ook nog uit. Mm. Defiant ook Dit nog. Dit als het goed is. Ja. Street Fighter. Oh, ja. En Mortal Kombat. Oh, maar Street man, Fighter. man, Mortal Kombat, ja, fuck. En Kombat, het verhaal van Mortal Kombat is te Oh, het man. is echt heel cool ook. Maar It's the Game of the Year, nee. Nee. Nee, hij stond wel bij uh, beste toegankelijkheid, uh, verbetering, accessibility uh, improvement. En dat vind ik Street Fighter wel waard, met die modern controls. Ik vind mm. dat wel, vond ik wel uh, de, zeker wel een, uh, een, een manier om Street Fighter met iedereen te kunnen spelen. Zonder dat ik er afgaan dat iemand al die combo's uit zijn hoofd kent. Dat is wel lekker. <laughs> ja, ik, val, ik, ik vind Street Fighter echt, uh, heeft heel goed gedaan. En Forza Motorsport, komt die er bij jou niet in? Top 5? Het is niet Game of the Year, toch? Nee, die Game of the Year misschien in de top 5. Ja, ja. misschien in de ja. top 5. Ja, ja. ja sure. Okay. En bij jou dan, Tjeer? Nou ja, goed, ik denk uh, dat Diablo 4 er wel in komt. Um, ik denk ook dat City Skylines 2 erin komt. Mm -hmm. Starfield komt erin. Ja. Um, misschien ook wel Spider-Man 2. Um... Heeft iemand nog iets te zeggen over bijvoorbeeld uh, Assassin's Creed Mirage? Moet die erin? Star Wars Jedi Survivor? Ja, nee, Survivor heb ik ook niet gespeeld Survivor. omdat jij daar zo negatief over was. Ik was positief als enige. Nee, je was negatief. Nee, ik, ik vind je gaf het nog zeven, steeds... toch? Ik heb het niet gereviewd. De verwarring hier. ik vind het een goede game, maar het is zeker niet de opvolger van Jedi: Fallen Order waar ik op hoopte. Want die vond ik echt fantastisch. Ja, nee, die vond ik fantastisch. En dat was volgens mij een keer Game of the Year. Ja, daar ben ik mee eens. Alleen ze zijn niet doorgegaan met die verbeteringen. En ze hebben geprobeerd om open wereld erin te fietsen. En dat vind ik gewoon niet zo heel goed uitgepakt. Daarom zou ik die ook niet noemen. Ja, en, en misschien Tears of the Kingdom er nog in, of Final Fantasy 16 Of Mario Wonder nog? Of Mario Wonder. Ik hoop Mario Wonder. Ja. Ik hoop dat Mario Wonder mij zo gaat ver, verbazen en verrassen. Dat, dat die in één keer zo bam, naar, bo naar de bovenkant komt. Maar Tears of the Kingdom um, heb ik misschien ook niet genoeg gespeeld, maar die zit voor mij. Ja, die heeft mij gewoon niet genoeg kunnen pakken. Het eerste deel wel? Nee, ook niet. Ook niet? Nee, oké. Okay. Nee, oké. Okay. En jij? Ja, ik, ik vind het heel cool, maar ik heb hem ook zeker niet zoveel gespeeld als dat ik zou willen. Maar ik vind het wel echt een hele toffe game. Ja, zeker. Ja, ja. Veel, Veel games die dat probleem hebben dit jaar. Hè? Ja, je hebt echt... fucking Starfield, Bonus Gate en Zelda. Heb je even 500 ja, uur leggen? niet te doen, joh. <laughs> ja, het ja, is crazy. Maar uh, laten we even hebben over wat we hebben gespeeld. Want ik zag uh, op uh, zag ik een interessant artikel van jou over uh, Final Fantasy 7 Rebirth. Yes. Je hebt hem gespeeld. Yes. Was je daarvoor in New York? Nee. Oh, ik wist dat maar. Er zijn mensen, de mensen in de comments die, 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 <laughs> die, 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 die hakken gewoon met liefde hun ballen eraf. Wat? Ik denk dat. Wait, really wat? Als zij het verkeerd hebben. Uh, dus, de, 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 zei iemand van ja, nee, Floriana sowieso. Voor oh, GTA ja. naar uh, New York. En als het niet zo is, dan hak ik mijn ballen eraf. <laughs> nou, dat is Oef. wel oncomfortabel voor die man. Let op wat je zegt. Misschien um, was het een vrouw. Dat was wel een slimme Maar ja, ik heb. <laughs> so flauw. Uh, ja, ik heb uh, Rebirth gespeeld op de Paris Games Week ja. um, Square Enix die nodigde mij uit om uh, daar naartoe te gaan Blijkbaar is het bij de bij Paris Games Week, dat wist ik ook niet um, Inmiddels, zeg maar, de avond voor de opening is het alleen voor media open um, Dus het was wel chill, dus wij mochten alvast naar binnen Fucking druk echt het kan nooit allemaal media zijn, zelfs als het de games komt. Ja. Er lopen altijd ja. kiddo's rond, dat ik echt denk van, huh, hoe dan? Waar, waar schrijf jij voor? Ja, het is echt heel bizar gewoon. Maar het was echt nog steeds heel erg druk gewoon. Maar goed, um, dus ja, ik, ik mocht daar um, uh, de demo spelen. En die demo die bestond eigenlijk uit twee delen. Uh, het eerste deel is eigenlijk um, waar Remake eindigt. En daarmee bedoel ik, we gaan voor het eerst uh, de wijde open wereld in. We laten midcar achter ons... Uh, en die demo die begint letterlijk bij, we openen de poort van Midgar, we staan buiten en, en we gaan ervoor. Echt dat eerste moment. En dat is heel tof. En kan je dan ook weer terug naar Midgar? Of is dat gewoon echt... Nee, dat, dat, uh, de, de deur nee, achter dit? je gaat dicht ja, en, ja. en dat is het begin van de game. Uh, dus je kan niet inderdaad terug naar Midgar. Uh, maar het is, het is heel tof. Iedereen, al die, die characters, die zijn natuurlijk enthousiast. Want die hebben heel lang in Midgar gezeten. Die hebben geen zon gezien. En nu ineens staan ze buiten en het, ja. alles is heel vrolijk. En, en vogeltjes ze ook, en weet ik Maar Ze wat. openen de poort. Want Midgar is toch gewoon ergens onder... Ja, oké, okay, uh, heel ja. simpel gezegd. Ze gaan uit Midgar en op een gegeven moment... Ja. Ze komen uit de okay, deur. Okay, okay, okay. Ja. Het, niet zo letterlijk. Anyway. Um, en het is heel tof. Die, die personages die zijn natuurlijk allemaal enthousiast. En die kijken om zich heen en uh, weet ik veel wat. En Aerith die zegt meteen... Die mompelt een beetje van: Oh no, something is wrong, of something is not right. En zij vertelt dan: ik, ik meteen kippenvel, jongen. Holy shit. Want zij weet gewoon dat. Er is weer shit gaande met Sephiroth. En die geeft een draai aan het verhaal. En zij weet het originele verhaal. En zij weet nu ook dat ermee gefukt wordt. Ze weet alleen nog niet helemaal. Um, Hè? Wat What? de uitkomst is. Het spreekt heel erg meta. Dus zij zij, zij, zij is op de hoogte van de oude game? Ja. Hé? Hoe ja. dan? Ja. Ja, dat weten we niet. Maar dat is. Dat was de verrassing, dat het dus niet een trouwe remake is. Nee, nee dat, is. dat, dat is. weet ik. Maar yes, dat, zij, dat het personage het zelf ook weet. dat is wel. Een ja, maar in, 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 remake, in Remake weet ze dat eigenlijk ook al. Uh, daar geeft ze ook af en toe hintjes van: dit is niet de manier waarop het zou moeten lopen. En dat zegt zij ook af en toe. Uh, mm -hmm. Maar nu aan het begin zegt ze dat dus ook helemaal. Dus iedereen die, die kijkt een beetje van: zich heen, van wow, wat cool. En, ik van, en zij is het echt een beetje van. Nee, something is not right. En het is echt... Weet je, als fan zijnde... Je denkt te weten natuurlijk waar het allemaal naartoe gaat. Je denkt te weten uh, waar, wat we nu gaan doen. Wat die characters allemaal gaan doormaken. Maar in de praktijk is het elke keer net even anders als dat we dachten. Terwijl het, het soort van de grote lijn klopt wel. Maar die, die zijtakkingen die zijn nu allemaal anders. En dat is, Oh, maar het is zo wat, geniaal. Wat is dan de uitleg ervan? Dat het, is, is het een nee, dat, soort van alternate reality of zo? Maar dat, dat is het hele is ding. Een parallel dat, universum. Daar lijkt het een beetje op. Of is de tijd ja. teruggedraaid? Maar we, het... we hebben die antwoorden nog niet. Nee, oké. Okay. Um, maar daar lijkt inderdaad een soort van alternatieve tijdlijn gaande. En Sephiroth, die lijkt vrij te kunnen bewegen tussen die tijdlijnen. Really? Oh, oh dat, die conclusie uh, had ik ook nog niet getrokken. Dus... Ja, in remake geven ze hier en daar een paar voorzetjes. van. We kunnen echt eventjes wat andere dingen gaan doen nu. Maar ze doen het niet echt. Maar ze geven een beetje de voorzetjes. En nu kunnen ze compleet losgaan, echt. En ik denk dat ze dat ook gaan doen. Ik denk dat ik echt af en toe een paar keer gewoon achterover van mijn bureaustoel flikker. Terwijl ik wel aan het spelen ben van wat flikken ze? Maar dat het toch ook in grote lijn nog steeds het origineel Final Fantasy 7 is. En dat is, dat is zo knap. Weet je. Final Fantasy 7 is. De beste game ooit gemaakt. Daar fuck je niet mee. Dat moet je niet doen. En toch Square doet dat op een manier dat de fans wel zoiets hebben van oh, wat doe je? Maar toch ook zoiets hebben van wow, het is, het is eigenlijk ook wel cool. En dat is, is, is onwerkelijk. Dat ze dat hebben kunnen doen überhaupt. En dat ja. ze dat, dat durven. Het is insane. Maar goed, ik, ik draaf ik heel erg door. Um, nee, vind ik helemaal niet. Ik vind het super interessant. Die, en... die demo's. Um, wat ik even wil vertellen is dat de eerste demo is, is vrij open. Yeah. En Remake is heel erg gangetje, gangetje. Het is echt van punt A naar punt ja, B. Ja, het is heel scripted, heel lineair. Uh, en hier ineens heb je vrijheid. Ja. Het is een grote open gebieden. Uh, het is een beetje vergelijkbaar met Final Fantasy XVI. Het is niet echt een open wereld, maar meer grote open gebieden. Um, en dat is sowieso al een mindfuck. Dat je met die crew ja. die vrijheid hebt. En gewoon kan lopen en dingen kan ontdekken. En... Maar dat miste ik wel in Remake. Remake was zo scripted. En vooral in dit soort RPG's. Ik wil elke nook en cranny wil ik onderzoeken. En dan wil ik ook dat er iets te vinden is. Mm -hmm. uh, zodat ik aangespoord word... om elke keer weer alles te ontdekken. Weet ik. En dat doet Remake niet. Um, en hier krijg ik meteen... Ik, ik liep daar eerst een beetje rond en het was heel duidelijk dat ik ik moest een beetje naar links daar was zeg maar een beetje de missie daar moest ik naartoe dus ik dacht ja fuck it, ik ga naar rechts hoppa ja dat doe ik ook altijd dat dus is een soort van uh, ik, ja. precies dus daar ging checken en daar vond ik dan ook echt vette materia die ik nooit had gevonden als ik gewoon het pad had bewandeld zeg maar en dat triggerde mij meteen dat ik dacht van ja weet je dit dit zijn van die dingetjes waardoor ik een open wereld final fantasy zo cool vind Um, en, en, en met dat zo grijpt. En het battle-systeem is, is over, over het algemeen hetzelfde gebleven. Maar er zitten wat extra dingetjes in. Uh, er zitten veel meer samenwerking moves in nu. Dat heet de Synergy Moves. The synergy Moves, ja. Yeah. En het is echt. Oh, die zijn zo spectaculair. Want je, je had altijd al. soort van special moves per character. Dat noemen ze limit breaks. Maar nu kan oh, je, ja, nu ja, kan ja, je ja. die limit breaks kan je combineren met elkaar. Dus als er twee of meer characters hun limit break hebben, dan doe je ze samen. ...nou, nah, dat is echt, jongen. What the fuck? Dat is <laughs> ja, zo spectaculair. Een soort van Power Rangers... ...Mighty Morphin' ja, time, nou, zeg maar, ja. dat, Meier Dat inderdaad. Ook, en dan uh, doen yeah. ze een of andere vette move... ...met een super gelikt filmpje. Uh, maar het is allemaal real-time, in-game terwijl dat gebeurt en die kamer, die draait eromheen. Een soort van magic shit en, nou, het is echt ja. insane. Ik, ik stond hard op juichen gewoon. <laughs> op die beursvloer. Van, maar ik denk wel wow. dat het een goede zet is geweest, toch? Dat deel 1 of 7 remake moet ik even noemen. Dat dat wat dat dat lineairder was. Want dat is wel de reden dat ik het heb volgehouden. Het voelde voor mij mm -hmm. heel erg behapbaar. En nu weet uh, ik, want ja. ik, ik, maar die fucking open wereld, maar en ik zoek alles door. Ja. Dat had ik misschien niet gedaan als dit deel. Misschien 1... is het een een goede opzet voorzet geweest. Misschien wel. wel. Ja. ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar uh, ja, nee, dus het bedsysteem, uh, er zitten een paar nieuwe dingetjes in die het weer, uh, weer fresh houden. Um, je, je kan op een, op een Chocobo zitten, die kan je nu oproepen wanneer je wil. Zodat je die, die grote open gebieden kan, uh, kan doorwandelen. In plaats van dat je het zelf moet doen. Uh, ja, het, het is heel vet, echt. Um, de, het tweede stuk van de demo uh, speel je een flashback met een jonge Cloud en oh. Sefirot samen. Oké. Okay. Uh, en het is heel vet, want Sefirot noemt hem de hele tijd een beetje puppy. Uh, yeah, want Hij is echt uh, nog heel jong yeah. en uh, het is echt uh, een, 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 ja, een soort van ongeleid projectiel. Uh, hij moet ook de hele tijd sturing hebben in battles. Jij hebt Sevirot onder de knoppen. Um, Cloudy die loopt een beetje te kut en je moet hem een paar keer echt op, op spectaculaire wijze moet je hem redden met Sevirot. Um, en, en die interactie tussen die twee. In het origineel zit dat ook wel een beetje, maar daar krijg je meer een soort van de verhalen van wat er is gebeurd. Yeah. En nu beleven het soort van in real time. Okay. Um, en die interactie tussen Cloud en, en Sevierdot, weet je, ik krijg daar kippenvel van. Sevierdot is zo evil, mm. maar hij is zo kalm. Yeah. En de manier waarop hij praat en de manier waarop hij een um, soort van Cloud onder zijn hoede neemt, maar hem toch ook dist de hele tijd. Uh, en, en dat doet heel veel met Cloud. En ja, weet je, als, als fan. Uh, dat je dat nu echt ziet en hoort. en, en zelf meemaakt en zelf speelt. Het is mind-blowing. Hmm. Het trekt je, trek je nog harder erin. Ja, me, ja. ja, ja, ja. Je krijgt, je, krijgt, je krijgt antwoorden waar je vroeger over fantaseerde. Weet je, van hoe, hoe, hoe zou het zijn gegaan in dat soort flashbacks? En dat speel je nu zelf. Ja, ah, dat, is, dat is te gek, jongen. Dat is te, holy fuck. Dus uh, uh, enthousiast van hier tot en met Tokio. Wat me echt tegenviel, uh, is het grafische gedeelte. Oh, holy fuck. Terwijl en, ik, en dat ik juist gehoord, echt enorme uh, oh ja, indruk ja. maakte met die, met die trailers. Uh... Um, en remake was ook heel vet. En dat konden ze natuurlijk doen, omdat het zo scripted was. En nu slaan we een generatie over. Deze game komt niet meer uit voor PS4 en Xbox One. Nee, dus ik dacht van. Oké, okay, dan kunnen ze het misschien wel gelijk trekken met Remake, ja. maar dan in een grote open wereld. Uh, nee. nee okay. het, is, het is een stap terug. Um, en ik schrok daar wel eventjes van, omdat ja, Remake zit gewoon heel erg in mijn hoofd. Uh, ik, fantastische game. Dus ook grafisch weet ik nog heel goed hoe dat eruit zag. En ik was dit aan het spelen en ik dacht, oeh, daar mag dan nou wel een flinke polijst beurt overheen. Uh, wat me vooral heel erg stoorde, is de pop-up. Um, en vooral in die grote open gebieden, als je op je Chocobo zit, die rent natuurlijk harder dan je eigen character. Ja. En je zit dan wat hoger, dus je camera standpunt is wat hoger. En dan zie ja, je ziet echt de graspollen een meter voor jouw Chocobo oppoppen, oh zeg maar. Oui, eh. Dat is wel uh, GTA 5 in uh, tijd. Dat is niet best. Um, wat me ook opviel, denk ik, is dat die demo's geen fatsoenlijke anti-aliasing gebruiken. Ah. Uh, kartelrandjes als een malle Vooral dingen in de verte zijn heel erg korrelig. Uh, dat ik echt dacht: van. er klopt gewoon iets niet of zo. Yeah. Uh, ik moet er wel bij zeggen: ik speelde hem echt op een shitty TV. Ik snap niet waarom Sony die tv's gebruikt op beurzen. What the fuck? Uh, die tv stond niet in game mode. Oh, oh wat? wat? Oké, okay, dat is wel echt. What heel the fuck? Um, settings van die TV Dynamic Range stond aan. Het was verschrikkelijk. Luister, je wilde een game tentoonstellen? Ik, ik snap, en je zet ik niet snap daar game. echt niks van. Maar ik heb dat echt vaker op beurzen dat ze gewoon een monitor neerzetten en that's it. Okay. Waarom, ja, he waarom hebben het. zij niet een tech-nerd die, die daar langs gaat en, en even alle settings goed zet? Dit is de e jouw eerste ervaring met die game. D ja, dit is toch ja. raar? Ja. ja. ja okay. dus, um, en buiten dat, dat is nog een laatste dingetje. Ik had een headset op. Want het is heel rumoerig natuurlijk op die, op die beurs. Dus ik moet een headset op hebben. En ik, ik zat echt nou, 30 centimeter van de scherm af en zo. Zo kort was dat kabeltje. Dus. <tie> Ik was de pixels aan het tellen terwijl ik aan het spelen was. Dus dat hielp ook allemaal niet. Dus ik wil hem heel graag gewoon straks zien ja. uh, hè, op mijn eigen tv. Ja. Uh, en ze hebben natuurlijk ook nog wel flink wat maandjes om, om te polijsten. Dus hopelijk komt het dan wel goed. Maar ik, ik schrok er wel een beetje van. Het is echt een beetje van: wow, we gaan even een stapje terug hier. Oei. Ja, uh, ik vind het en wel het, is, het is logisch dat je een stap terug gaat als je van script het naar, naar open, open wereld, wereld gaat. gaat. Ja. Maar we slaan hier een generatie over. Ja, ik, of ja. of ja, we zijn er de volgende generatie. En, dus... Het is ook wel een beetje in de lijn der verwachtingen, nu toch, dat, dat Final Fantasy Remake zo fucking mooi is. Want ja, dat wa Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n mooie game had gezien op dat moment. Precies. En dat is voor mij ook een reden geweest dat ik hem ging oppakken. Dat ik dacht: van ja, joh, maar dit is, dit is zo'n hoge productiewaarde waar ik naar kijk. Ja. Uh, dus ik hoop dat dat wel meevalt dan. Maar ja, ze hebben mij toch wel binnen. Dus misschien is het allemaal perfect strategisch ja. uitgewerkt. Misschien kijk ik er op een gegeven moment ook wel een beetje doorheen. Ik bedoel bij zo'n thema ook, dan, ik kijk er echt gewoon heel soort van objectief naar. Misschien een beetje te erg zelfs. Uh, ik ben te veel bezig met hoe draait die game, mm -hmm. hoe loopt die game, speelt het lekker. Um, en straks ga ik me meer focussen op de ervaring. Gewoon met ja, ja, die, ja. Ja, die hele gameplay. Wanneer komt hij um, ook weer? 29 februari. Oh, dat is vrij snel. Dat, dat, oh, is, heel snel, dat is de ja. tweede keer in het jaar of niet zo. Niet wachten. Ik ben ook, ik ja, kan ook echt niet wachten. Ja. Ik echt het, ik het enige uh, waar ik make, ook yeah. uh, bezorgd om ben. Uh, en, en dan hou ik echt op met zeuren, want het was echt heel tof. Uh, maar waar ik wel bezorgd om ben is: uh, we hebben natuurlijk allemaal Final Fantasy 16 gespeeld. Uh, er zit een performance mode in, die draait voor geen meter. Nee. Ik heb hem nu ook weer op performance mode <laughs> gespeeld. Uh, yeah. Rebirth, en het draait voor geen meter. Ik geloof niet meer, na Final Fantasy XVI, dat ze dit gaan fixen. Ze dus hebben het daar toch wel met een Day One patch gefixt? Nee. Nee? nee het is nog steeds niet gefixt. De battles zijn dus... <coughs> Sorry, ik heb corona gehad en ik, ik hoest me af van de relatiefs. Schrijf um, het nog wat dichterbij me, Florian. Ja, ja, zeker. Um, de battles <laughs> zijn in 60 fps. Ja, oké. Okay. Dus zodra je een battle begint, ja. keldert de resolutie en okay. lokt die op 60. Zodra je ophoudt met de battle, gaat de resolutie weer omhoog en dan... Zit hij op 40, 45. 40 ja, het is echt verschrikkelijk. Wauw. niet best. Um, Zij zeggen dat het goed komt. Dat zeiden ze ook van Final Fantasy 16. Dat is niet goed gekomen. Komt het nu dan goed voor Rebirth? Man, ik hoop het. Maar dit is even een dingetje: Spider-Man 2. Ja. Ik denk, ik, ik, ik ga even Woutertje spelen. <coughs> Wouter die zegt: ik ga het altijd proberen op Fidelity. Zo ze van: ik, ik speel het op de, really? de, be, de beste. Okay. Ja, 30 woordrijd. FPS. Ik denk, ga ik eens een keer proberen. Nee, joh. Ik heb geen problemen. Ik zie het niet. Want jij speelt met 30 FPS en je ziet, je het, ziet niet? het blijkbaar. Oké, okay, nou, ik kan het niet eens. Ik nee, ik, ik naar kan dat normaal nooit. Maar met deze game is het. Ik ga het eens een keer proberen. Wacht even, stop, stop. Nou, stop. Ja, ik heb... stop, stop, stop. Speel je op 120 FPS TV? Ja, ja dan, wat dan speel je het. met 40 FPS. Ja, dat is die nieuwe modus, ja. ja. Oh, Waarschijnlijk speel je dan 40 fps. Nee, ik heb er geen last van. Normaal heb ik echt... Ik zie het direct. Ja, ik heb deze dus in Londen gespeeld op 30 Jij hebt altijd last als de framerate onstabiel is. Jij hebt geen last van 30 fps. Als die nou, maar stabiel oh, je is. We gaan nu God of War nee. over, ik, heb, over, ik, ik, heb, ik heb het overcheered. Ja, ik, nee, maar ik, dat, heb dat heb het over ook door. Ik ben ja, het er ook, ook niet mee eens. Echt totaal niet. Maar... Nee, ik, ik heb... heb niet van die heeft precies stelt Spider-Man in Londen in 30 FPS en ik had echt zoiets van wow, wat wat the fuck. Ik moest echt 10 minuten adjusten van het feit dat dit het vervolg was op dat spel dat ik zo fantastisch vond en dat het zo kut liep. Maar bijvoorbeeld ja. uh, ik, ik het heb ik het in 16 heb ik het twee uur geprobeerd. Maar Horizon is ook, was ook gewoon standaard 30, ja, toch? Ja. Kon ik niet spelen. Nee. De originele Horizon. Nee, Forbidden West. Dat is raar. Ja. Nee, dat is niet helemaal raar omdat je hem nu in 40 speelt. Ja, dus blijf... Het speelt wel iets. Ja. Um, maar je zou het alsnog als je hem nu dan naar performance zet. Ja, maar dan ben ik bang dat ik niet meer terug kan. Ja, dat is ook zo. Want als je, je er nu dan, geen last van uitziet. Dan, 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 dan voel je het verschil wel. Ik ben die fotomode aan het misbruiken. Joh. Oh ja, oh, heerlijk, ja, ja, ja. echt fantastisch. Het is wel echt een gamepje ervoor, Ja. ja. Man. Ik ben de hele tijd. Op... Ik heb niks met die fotomode, maar zelfs ik zit af en toe van: oké, okay, moet ik even. Met die belichtingsopties en zo. Jeze, ja, maar ja. Nou, ja, daar ja. kijk ik ook niet eens naar, maar gewoon even. Weet je, met Starfield deed ik dat ook. Toen denk ik van, oh wacht ik hier even. Even een momentje. Even een momentje. Ja, mm. eerlijk. Maar goed, um, sorry, waar hadden we hadden het over. Ik heb geen flauw idee. Ik weet het ook niet meer. Ze hebben <laughs> gewoon iets anders bedenken. Nee, nee, goed. Ja, we, we, ik denk dat we <laughs> hem bijna af kunnen, of kunnen. gaan. Uh, we van een vervaarde zo. Oh, wat ja, we aan het spelen wat, waren. Ja, wat we aan het spelen waren. Ja. 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 Nou ja, oh ja, fuck. We moeten nog even over een dingetje. Ik kwam dus terug met COVID. Helemaal kut. Ik heb een week in bed gelegen. Maar ik had iets heel leuks om te spelen op de Switch. Uh, en het is uh, Mario RPG. Yes. En het is, het is te gek. Ik heb Bones level opgenomen deze week, waarin we met, uh, met Bastian vroeger op uitgesproken. Of uh, uitbundig hebben besproken. Hij is niet zo positief. Okay. Hij vindt het een. Uh, hij noemt het gewoon een, een, prima, een prima remake. Ik, het is ik, 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 game. ik snap dat ook. Maar het is echt mijn persoonlijke jam. En ik, ik heb toen al na die af opname tegen Jacco gezegd, ik zei van ja, want Jacco en ik spelen natuurlijk ook allebei. Mm -hmm. En uh, ik zei van dit. dit, dit Florian, gaat dit fantastisch. En je heb je al gezegd echt. welke game we het over hebben? Ja, hebben we gedaan. Ja, ja Mario okay. RPG. Ja, okay, okay. Want het is, het is een kijkje onder de motorklap bij, bij, bij Squaresoft. En je ziet waar ja. alles vandaan is gekomen Precies. in die latere games. Je ziet bij Origami King heb je dat juiste moment, Timer van Springen, en die mm -hmm. Splat Damage. Jij kent het allemaal uit al die andere RPG's. Je ja. speel dat allemaal niet. En ik heb dat jaren niet gezien. En, en... nou ineens heb ik het allemaal weer. Ja. En dan ook nog eens met Mario characters. Met en Mario Ik, ik word helemaal gek. Het is zo leuk Het is echt fantastisch. Ook. Ja, maar jij vindt Kingdom Hearts ook leuk. Uh, ja, maar dat is echt een totaal dat andere ik, game. Ja, maar dat is, ja, ja, maar ja, dat is ja. echt okay, niet is, te vergelijken. Nee, oké. Okay, ja. Wacht, maar <laughs> ja, je, ik herken allemaal dingen die ik terug zag in Mario en Luigi en die ik terug zag in de Origami King en Thousand Year Door ook. Mm -hmm. uh, ik heb, want, uh, het origineel was niet speelbaar in Europa trouwens, toen hij uitkwam. Zoals oh, de Exclusive. Die was mm -hmm. voor het eerst speelbaar en dan meen ik dat dat de Virtual Console was. Misschien was die ook al ja, op, de, op Wii. de Wii, denk ik. Ja, maar ik weet niet of het Wii U of Wii de eerste was. Oh, ik heb uh, het in ieder geval destijds toen gespeeld. Ik denk Grotendeels Wii, de soundtrack, man. want die vond ik echt fantastisch toen. En uh, nou, goed nieuws, de soundtrack is nog steeds hetzelfde. Um, en nu kunnen mensen dus kennis maken met die game in Europa. Als ja. je hem niet op die virtual console gespeeld, maar dan ja. met een, met een polijstbeurt. Ja, maar dat, dat, dat is het wel een beetje. Het is niet echt een remake. Nee, het is, het is een remaster. Maar dan een hele vette remaster. I guess. Ja, ja. ja ik denk wel dat het vanaf de grond opgebouwd is. Dus ik denk wel dat het een. Ik twijfel is. heel erg bij die game of het een remake of een remaster is, zeg maar. Hoe het, het de ook de mag zijn. Maar wat, wat ze bij, bij de Resident Evil games hebben ze eigenlijk een andere spin gegeven aan dat hele, de hele term remake. Daar hebben ze hem echt compleet ja. opnieuw ja. Ja. imagined ja. ook. Precies, zeg maar. en dat is dit niet. Het nee. is gewoon een, een super HD versie of zo, maar ja. echt super HD. Echt super HD. Um, ja. wat, als je hem in, wat ik heb voor de grap even op YouTube gekeken hoe het origineel eruit zag. Holy shit. Dat ja, is nou ja. echt een flinke stap. Ja, maar dat was, uh, dat was gewoon zeg maar, het 3D-effect van uh, die sprites animeren was was de hele game. Ja. En het was leuk geschreven. Ja. Maar het, op, het, ja. het, het, het leuke van deze game vind ik is dat het heeft heel erg. Echt die old-school RPG-elementen. Dus het is turn-based. Uh, dat soort dingen. En dat vind ik heel erg tof. Maar het is vooral de combinatie van dat met ook die Mario-elementen. Ja. Want je hebt af en toe ook nog steeds van die van die platformdingetjes. Uh, je hebt van die minigames dat je, weet ik veel, van die, van die gasten moet, moet kicken die uit die uit die uit die uh, hoe, die die pijpen komen? <laughs> de buizen gewoon. Oh, jezus, ja. Die buizen inderdaad. <laughs> Even het woordkaart. Die, uh, die, ja, die, die, die dingen. Van, die die ja. dingen. Hoe heet het spelletje nou? Wackamole. Oh, oh de Dat was je daarvoor. Nou die zoek. ring, ja echt. Dat ja. was dat zocht ik. Er zitten allemaal van de kleine minigamepjes in. Uh, terwijl je aan het spelen bent. Even die aandacht erbij te houden. En dan ja, doe je ja. ineens even iets anders. Ja. En dan ga je weer Mooi. verder met die all school. Ik. I'm loving it. En, in, in combinatie met het schrijfwerk ook? Je, het ja, het is, het is, het is, het is heel grappig. Squaresoft maakte deze game voor Nintendo. Ja. En die ging met Mario heeft, heeft geen stem, hij heeft geen tekst natuurlijk. Hij heeft niks. Uh, maar ze vragen wel de hele tijd van alles aan hem. Ja, wel, en, en, hey, dan, en dan, hoe, en dan geeft hij alleen maar antwoord met even zijn vuistje voorhoog. Of hij springt even. En dan... ja. Ja, en dan, hoe ga je buisjes laten springen? Oh, dat is wel echt een hoge sprong. Ja, ja ik is, heb wel vertrouwen. En dan hebben ze daar weer hele verhalen over hoe je die sprong dan maakte. Dus je ziet zeg maar aan alles dat dit een andere partij was die... Met een franchise van Nintendo, laat staan ja. Mario aan de haal, nog en echt ja. zijn uiterste best heeft gedaan om dat met respect te behandelen. Ja, het is, maar zo het is grappig, wel, ja. zover als ik weet, de eerste keer dat er een soort van zelfreferentiële ja, humor in zit of zo. Ja, so, yeah, so, yeah, dat is het inderdaad. denk ik. Nu, nu zijn we dat wel gewend ook van andere spellen, mm -hmm. maar nog steeds is dat om bij Nintendo te zien, bij Mario. Ja, het Weet je, de Child of the touch. Je hebt, ja, Ubisoft doet nu die Sparks of Hope, maar ja, dat is ook niet heel avontuurlijk. En Squaresoft ja, heeft ja. dat daadwerkelijk wel wat durven doen. En dat is echt heel leuk voor ouderen ja. nog steeds. Ja. Ja. En okay. inderdaad, ik, ik heb die game vroeger wel, toen die uitkwam, wel gezien bij een, een vriendje van me. Die had hem inderdaad, Japans. En daar snapten wij helemaal niks van, maar we vonden <laughs> het wel cool. Ja, dan heb je niet zoveel humor. Uh, en inderdaad, nee, we kregen daar <laughs> echt helemaal niks van mee. Uh, die gameplay vond ik toen echt al heel erg cool, maar ik had geen Super NES. Uh, dus het is eigenlijk voor het eerst dat ik hem nu echt kan spelen. Um, en ik begon met spelen en ik had die eerste battle en ik, ik wist meteen oh shit dit triggert mij heel en dan ga je wat verder en dan speel je wat wat moves vrij en je krijgt de eerste nou oké okay, dat zal ik niet spoileren maar je krijgt de eerste extra guy in je party uh, dat is een flinke uh, flinke guy uh, dat is, zeker geen kleine man nee zeker man. niet nee. Um, en dan krijg je ook wat, wat extra moves. En inderdaad, je moet bepaalde dingen moet je heel erg timen. Ja, um, dat is dus heel interessant daaraan. Wat ze dus doen in Super Mario, Mario RPG. Um, dat heb ik, uh, heb ik ook geleerd hoor, van Jacco, Die heeft het uitgevonden. Maar wat ze dus heel goed doen. is je hebt een bepaalde dingetjes waar jij naar refereert. Dus als je op het goede moment aanklikt. dan doe je extra schade. of mm -hmm. dan doe je splat damage bij de rest. Ja, of defense. En, of, uh, en ja. wat die game dus doet. dat vertelt het jou dat je dat kan doen. En op het moment dat zij het doorhebben dat jij het doorhebt. dan stoppen die notificaties. Ja, dat, dan, klopt. ja dat klopt. Dan, dan beheers ja. je het. En, en, dan... en sterker nog, dat viel me ook op. Als je het dan een paar keer mist. Dan krijg je die die, die poppen weer, wist je nog? Oh, je, moet, je moet het hier <laughs> ja, doen, ja. ja. Maar ah, dit is dat zo is wel... typisch Nintendo. Ja, Nintendo denkt daar aan. Is dat echt, dat uh, ja, ja, ja. Ah, Dat is wel cool. Ja, dus Laat me En dat is nieuw in deze. In, 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 als je kijkt naar de. Dat oude. durf ik niet. Uh, dat durf ik niet te zeggen of dat nieuw is per se. Het, het, zou klink, wel het echt, klinkt okay, wel ja. echt iets als iets van deze tijd. Het is dus. wel echt een ja. toegankelijkheid optie. en iets wat ik nodig heb, want ik ben gewoon niet zo bekend met het genre. En, en ja, dit, maar wat ik dus heel leuk vind hieraan, is dat het zowel jou als mij kan bekoren. Terwijl voor mij is het een kennismaking met die RPG's. Ik heb er wel een paar gespeeld, maar... En, en, right, ja. Yeah. En voor, jou en voor is mij is het, het meer nostalgisch. Zo van, ja. Wow, dit is hoe het was, wat vet. Ja, weet je, ja. Dat, er, dat er nog steeds nu zo'n game uitkomt, ja, ja. Dat, vind ik, dat vind ik heerlijk. En die zat ook in die direct waarvan we dachten van... ...joh, alles gaat de plank af. Ja, dus klopt. Het is eigenlijk ja, gewoon een stevige ja. direct geweest, ja. Achteraf, ja. zeker. Op dat moment hadden we... Nou, op dat moment was het ook wel oké. Okay. Was het ook wel oké. Maar okay. toen hadden we ja. gewoon een iets minder uh, voorstelling van, van die games. Uh, ja, hoe, hoe het dat. En uiteindelijk het zijn het gewoon hele toffe ja. games geworden. En begrijp me niet verkeerd, weet je. Mario RPG, die, het verdient echt geen 10 of een 9. Nee. Uh, het is best wel een, een soort van simpele remake of zo... Ja, het is niet lui, um, maar het is wel simpel. Ja. En het is, je kan nog steeds merken dat het aan alles, dat het een oude game is. Uh, al die gebieden zijn ook heel klein. Ja, 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 het is ja. elke keer uh, ja, heel klein en dan ga je. Het zijn verder. Vrij kale gebieden ook, hè? Ja. Yeah. Um, dus nee, het, 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 het is allemaal niet zo. Uh, het is allemaal niet zo boeiend of zo dat ik echt zeg van ja, weet je, dit is de Game of the Year of geef het een Gold Award of, of weet ik wat. Maar het is zo charming. Ja, het is heel charming. Het is echt, het is die oldschool Nintendo en in die oldschool gameplay en in een nieuw jasje. En dat is wat ik wil, man. Ja, geef me ja. meer van dit soort games. Nou ja, je krijgt de remake van uh, Thousand J Door volgend jaar. Oh ja. Dus uh, ja. dat is de beste uh, ja. fucking Mario... Paper Mario die er is. Dus yep. dat zou je ook wel leuk vinden. Ja. Maar, maar is dit dan Paper Mario? Nee, nee, nee. nee, 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 nee is nee, Super nee. Mario RPG. Dat nee. is weer wat anders. Ja, ja oké. Okay, maar het is wel vergelijkbaar. Uh, Paper Mario is ook een app. Uh, dat, uiteindelijk, mm, je ziet in Paper ja. Mario wat ze allemaal mee hebben genomen van Super Mario RPG. Oh, dat, dat is ook van Squaresoft. Microsoft, ja, en ja. toen kreeg je die hele scheiding met uh, hè, uh, Fine Fantasy. Yep. CD'tjes, cartridge. Hé, hey, hoe werkt dat? Ze ja. dus we ja, waren ja, daarvoor heel ja. close natuurlijk. Oh. Um, dus dat. Maar uh, ja, kijk. Weet je wat ik dus mooi vind, Florian? Jij bent nog wel eens streng voor Nintendo. Voor de Switch ben je vooral heel streng. Ik ben, ik ben streng op Nintendo qua hardware. En toch? Ik vind de software jaar... echt heel tof. Maar ze gaan dit jaar gewoon winnen, toch? Ze gaan dit jaar winnen? Ja. Nintendo wint dit jaar toch gewoon weer? Mm. In ieder geval van, 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 van Microsoft en Sony, zou ik zeggen. Mm. In, in, in welk opzicht bedoel je? Gewoon Met de titels die ze hebben. Welke game releases, ja? Nee, nou, ze hebben het goed gedaan. Ze hebben het dat zeker is... goed ja, gedaan, Ik bedoel, ja. als je ja. de Tears of the de Mario Wonder en ja. dan... Uh, nou ja, Mario RPG. Een paar van Mario de kleine RPG. snoepjes nog. Ja, ja. ja zeker. Het, het, het was een goed maar jaar de, voor Nintendo. Voor ja. een inferieure console. Ja, ja, ik, ja maar, maar ik bedoel... Ik, 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 blijf zeg, ik blijf zeggen, geef mij Wonder voor de PlayStation 5. Ja, oké. Okay, In sure, 4K, ja, okay, HDR, sure, sure. alles ja, erop en eraan. Ik pak elke kans dat ik even... Fuck die Switch. Even gewoon, weet je, die... Maar die games zijn echt heel erg leuk. Ja, ja, ja. Ja, wat kunnen zij met met een model, zeg maar hedendaagse hardware? Dat blijft de vraag. Ja, dat en dat vragen. zullen we nooit weten, want ook de Switch 2 wordt geen nee, hedendaagse ja, hardware. Nee, precies. nee, het wordt betaalbare. Ja, ja dat hardware. wordt misschien hedendaagse hardware, maar niet zeg maar de hardware van over de jaar. Nee, 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 nee precies. Het is nog uh, terug. Het is nog generatie terug. Terug, ja, terug. Ja, ja, ja. 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 Dat dus is jammer. Het, het, ik ben het, het volledig het, met Florian eens. Het, het wordt, zonde. het wordt vast leuk. Um, maar is het nodig als je dit kan ja. doen? Ja, ja. Hoezo? Want je bent toch met. Ik wil, ik wil geen 27 p meer. Hou op. Okay. We're, we're done. Is dus 2023. aan de ene kant zeg je van wat jullie doen zijn, is fantastisch, maar het is nog steeds kut omdat de Switch er is. Ja, de hardware van Nintendo is kut. Okay. Sinds de ja. Gamecube is de hardware van Nintendo kut. Ja, maar het is ook een keuze, denk ik. Ik bedoel, ik weet niet of de keuze is om... Ja, ja, ja is oh, zeker. Mee. En ik, ik begrijp die keuze ook wel. Um, en het, het, voor het grote publiek is het ook allemaal cool. Maar voor mij persoonlijk... de console is dus niet heel goed te zijn voor jou om te zeggen van yo, deze games zijn fantastisch, dank je wel daarvoor. Dus dan die console... Maar, maar de, de keuze is Dat toch... kan ik toch van, van elkaar loszien, zeg Absoluut. Maar. Maar de dat keuze dat is dan toch dan ook dan voor dan een dan groot dan. gedeelte gewoon puur profit? Ja, ja je, je, je profileert jezelf als secundaire console, weet je? Die ja. Switch kost geen reet om te maken. En je je de betaalt de de... er nog steeds full price voor. Ja, ja. Dat is insane. En ze hebben elke we keer weer een nieuw Nintendo model. Nintendo is laughing all the way to the bank. Dan, Dat kan je toch niet toejuichen? Dat, het, dat is een van de grootste redenen waarom ze dat doen. Die, dan kan je toch niet zeggen, ja, maar ik vind het juist leuk dat ze dat doen. Ja. Nee, maar dat zeg ik niet. Ik zeg niet dat het leuk is dat ze geen goede hardware hebben. Ik zeg alleen, ze hebben het niet nodig. Dus misschien moeten we daar wat minder streng op zijn. Ja, maar hoezo niet nodig? Omdat de software die ze produceren nog steeds mee kan in wat de concurrenten maken in 2023. Terwijl dat het gamejaar is. Misschien wel de beste in 2017. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik, dat, 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 ik. Ja, dat begrijp ik. Dat, het, het, ik denk ook niet dat we daar ooit uit gaan en, komen. En inmiddels ben ik het daar echt mee oneens. Ze lopen echt achter nu. Ze lopen echt achter. Uh, ze lopen. En zelfs een game als Wonder, die er fantastisch uitziet op de Switch, heb ik zoiets van, oké, okay, let's get on with it. Want okay. Dit hebben we echt al, al, al 15 jaar, deze graphics. Let's go. Hij ah, was wel wat gelikt, toch? En wel wat mooier. Jawel, wel zeker. De het ziet er er af. Wat, en, en de manier waarop ze dat optimaliseerden voor die oude Switch. Ja, dat doen ze heel Is goed. echt ja. geniaal. Ehm um, dus, maar... en, dus nu is zo'n statement van Phil Spencer... is dat dan nu nog heel gek? Wat we vier, vijf weken geleden bespraken. Of dat die, er was een interne mail van drie jaar geleden gelekt... dat hij zei van Nintendo moet zich nog beseffen... dat hun toekomst niet bij hun eigen hardware ligt. Ja, ik denk dat die... Dus als, die tweede, als, als Nintendo gaat optimaliseren voor Microsoft... Ik denk dan... dat hij daar ook geen gelijk in heeft. Maar ik snap wel wat hij bedoelt, ja. Ja. Nou ja, grappig. Ik vind het altijd een leuke discussie. Dus ik grijp elk moment aan om even die switch te polsen bij jullie. Hoe zit dat hier, weet je wel? Ik, ik, ik vind het een leuk apparaat, maar... Uh, in, console, in, in een perfecte hoor, wereld bestaat er een Switch Pro. Ja, ja. ja fucking hell. Beter, beter komt dat. Weet je wat, Hoe lang ja. gaat het nog duren? Precies. Volgend jaar krijgen ja. we er meer over te weten. En dan ja. ga je ook zien waarom je dat al die jaren wel nodig had. En daarom Misschien wel, speel ja. ik nu nog gewoon lekker op Fidelity-modus. En nog niet op Performance. <laughs> <laughs> Terug te komen netjes. <laughs> niet te doen hier. Ik wil ook okay. nog heel kort zeggen wat ik heb gespeeld. Ik hou het echt kort, jongens. Ja, ja. Temtem. Leuk. Pokémon Clone. clone. Okay. Die drie jaar geleden in Early Access Temtem. ging. Temtem. Ja, dat is in okay. principe uh, de Pokémon-game... Uh, die gemaakt is door jongens oh, en meiden, natuurlijk. Die de eerste games fantastisch vonden en elke keer roepen dit moeten ze niet doen ze moeten niet vernieuwen dit zou ik oh. doen als ik de game maak dus zij hebben nu het is een, een soort van gemaakt. fan made het is de ultieme kloon daadwerkelijk oh, cool. ultiem uh, okay. de combat is interessant het is maar het is officieel moeilijk. uitgebracht het is officieel uitgebracht oh, wow. ja. Okay. en het is zelfs op Switch inmiddels en dat vind ik hilarisch precies Nintendo vond dat oké okay. ja kennelijk wel ja wow, Dus Nintendo uh, is echt heel erg moeilijk dan het weer. is exact Pokémon alleen uh, de gevechten zijn veel moeilijker je hebt 151 Pokémon ook hebben Temtem heet dat dan hier is okay. daar gedaan je hebt een naar balk dus je kan niet gewoon domweg blijven aanvallen die en die uh, en die uh, fucking um, mean look die je altijd discard voor een fysieke aanval, daar heb je wat aan, want soms is je stemmen nou op. En als je dan aanval doet, dan raak je jezelf ook. Dan kost je dus leven, dan ga je dood. Dus dan doe je even een stat move om die te boosten. Mm. Uh, dus daar zit veel meer dynamiek in. Uh, en de, de valuta, je kan niet potions blijven kopen, je geld is gewoon op, dus je, je gaat dood elke keer of als je van gym naar gym gaat, je gaat gonna die. Okay. Als je een trainer tegenkomt, die hebt nog maar één Pokémon over, dan is het klaar. Er zit een nuslock-modus ingebouwd, wat, wat Pokémon liefers heel erg leuk vinden. Dus het is een beetje een, wat? een nuslock? Nuslock. Als je Pokémon dan doodgaat, dan is hij dood. Is gone. hij oké. Is dood. Ja, dit is echt. Oh, wow. uh, Wouter uh, gaat hierop klaarkomen. Ja, ik weet niet of hij van Pokémon houdt. Houdt van Pokémon dan? Ja, vindt hij, vindt hij wel leuk. Je. Geloof het wel. Nou ja, goed. Die was dus drie jaar geleden in early access. Die heb ik toen al uh, beoordeeld voor het magazine. Maar nu ben ik hem weer aan het spelen en uh, Game Freak. Als je fucking lief, neem een paar van die gasten aan. Nee. nee, maar ja, dan moeten ze daar weer in het keurslijf. Ja, dat is het. Ook... Maak, maak ja. dit gewoon iets vet, toch? Ja, nee, ja maar blijf, maar maak hier een doen. ja. ja. ja, ja. 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 Dus, dus ja, iedereen die zoiets heeft van... Yo, ik wil wel een iets andere Pokémon game checken... die 60 fps loopt... de beste DualSense-ondersteuning heeft... van elke game naast Returnal... Um, ja, naast Returnal. Oh, natuurlijk. serieus? Ja. Je voelt elke voetstapje, als je een potion erin doet, voel je zo je controller vol lopen met leven. Ah, als je een what? aanval That doet, als je een earthquake cool. doet, dan is het echt een earthquake. Een watergun voel je heel gericht een straal op je komen. Cool. Waardoor al die statische turn-based gevechten ineens super levendig zijn. Oké, okay. is hij, hij niet stiekem op, op Game Pass of zo? Durf ik niet zeg maar is niet full price. Okay. Voor mij is het wel een, een zacht prijsje. Dus uh, ja, okay. dat wilde ik nog even als tippie meegeven deze ja, week. Cool. Okay. Denk nice. nice. Ja, cool. Oké, lekker dan. Nou, zijn we er dan heen? Heb wel? jij er wat gespeeld? Nou ja, je zeker je wel. City Skylines, ja? uh, Spider-Man 2, maar daar okay. hebben we het allemaal over gehad. Oké, okay, nou prima, nou slaat hem af. Ja. Oké, okay, nou dan uh, inderdaad, is dit het laatste wat je van ons gaat zien en horen? Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Uh, als je dat niet gedaan hebt, uh, laat dan even een recensie achter op je favoriete podcast app. En uh, laat natuurlijk ook even een comment van de week achter. Vinden wij leuk, kunnen we het de volgende keer weer over hebben. Um, Cody, bedankt, ik. speciaal. Want volgende keer is Wouter er weer, dus dan moeten we het zonder jou doen. Maar wel nee, leuk een, dat je er was. Je heb een aardige streak gehad. Je zeker. hebt een goede streak ja, gehad ja, ja, en uh, het wordt zeer gewaardeerd. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, Jij ook bedankt Florian. Uiteraard. En uh, ja, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. We gaan uh, jullie weer zien over twee weken. Want volgende week is Martin er weer met een andere paupraat.